To me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom in de Bali. De Bali. Het is warm, hè? Dat is denk ik de eerste publieksconstatering waar we het denk ik meteen over eens zijn. Er is ook niet heel veel aan te doen, dus daar moeten we het gewoon mee doen met z'n allen. Er zijn ook alleen grapjes te maken over Afrika en temperatuur doen we niet. Hartelijk welkom, mijn naam is Sophie Derks. Ik ben journalist, lang voor Vrij Nederland gewerkt. En nu werk ik aan de serie over Duitsland voor De Correspondent. En ik heet u hartelijk welkom op deze avond over niets minder dan de kwestie Afrika groeit, kans of bedreiging. We gaan vanavond nadenken over de, ik lees het u even voor, u hebt het misschien gezien, kansen en bedreigingen van een continent in beweging. Een continent van 1,2 miljard inwoners, 54 landen, net zoveel verschillende culturen, tradities, economieën. Kortom, een overzichtelijk onderwerpje voor uw vrije zaterdagavond. En om de verwarring wellicht nu alvast voor een deel weg te nemen, er zijn hier geen mensen die eigenlijk dachten dat ze bij het ITVA zaten. Want dat is namelijk in een andere zaal. Die mogen ook blijven, maar dan bent u ergens anders. Maar dat is in ieder geval goed gegaan. Wat ik zei, overzichtelijk. We gaan onvermijdelijk vanavond generaliseren. Dat kan eigenlijk haast niet anders. De vaststelling is natuurlijk vaak Afrika demografische groei. Het gaat dan over, ik lees het nog maar even voor, 2,4 miljard mensen mogelijk in 2050. Ik vertelde een vriend die veel in Afrika is over deze avond. En die zei, ja, maar bijvoorbeeld in Nairobi, Kenia, zijn hele wijken van de stad waar de bevolkings, of in ieder geval de gezinsopbouw, eigenlijk heel erg lijkt op die in Nederland. Dus zo zie je, generaliseren kan eigenlijk niet. We gaan toch een poging doen om wat grote lijnen te ontwaren. Grote lijnen over dat continent, vooral ook over de ontwikkeling van dat continent. En dat doen we gelukkig met een aantal mensen die ook wel bedreven zijn in dat grote continent. Die weten hoe verschillend dat is. En het gaat vooral vanavond over de vraag, de samenhang die gaan we proberen te ontwarren tussen die demografische ontwikkeling, tussen demografie, economische groei, migratiebewegingen. En het gaat ook heel erg over de beelden die wij hebben, hier wellicht in het Westen, die bepalen hoe wij nadenken over Afrika. Kloppen die wel? Dat vragen we ons af. En dat doen we met niemand minder dan Bram Vermeulen, die in zijn eentje die 54 landen van het continent moet verslaan. Althans met één collega, geloof ik, voor NRC en daarnaast ook nog voor de NOS. En daarnaast maakt hij voor de VPRO reisseries. Is jullie vast niet ontgaan dat morgen om 7:15... Sahara begint. Daar gaan we straks ook een klein stukje van zien. Verder is hier Peter de Ruiter van de Netherlands Africa Business Council. Directeur die vooral wat zal zeggen over die economische perspectieven voor Nederlandse bedrijven, maar ook voor het continent zelf. En er is hier Kiza Magendane. Die ga ik als allerlaatste straks op het podium vragen. Je noemt jezelf vaak een Nederlander van Congolese komaf. Sinds 2007 in Nederland. Vanuit Congo, via Tanzania hier gekomen, politicologie gestudeerd. Publiceert nu regelmatig, onder andere in NRC. Er komt een boek aan, maar zoals het gaat met schrijvers moet je daar niet te veel en te lang van tevoren te veel over zeggen. Dat zijn onze panelgasten, maar we beginnen met Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die deze avond mede heeft geïnitieerd. Alle doorhoud, moet ik zeggen. Ik verspreek me, directeur van de directie Sub-Sahara Afrika. Een Afrika-man, zei je over jezelf. Zelf op de ambassade gewerkt lang geleden in Kenia.
Robbie. Nu dus directeur van die grote divisie. En hij gaat jullie in een korte introductielezing meenemen door die grote ontwikkelingen op het continent. En daarna praten we verder. Alle doorhoud. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat hij aanstaat. Ja, hij staat aan. Hartelijk bedankt voor uw komst. Fijn dat er zoveel mensen zijn met een interesse voor Afrika. Dat hebben we dan al gemeenschappelijk. Toen ik in de vierde klas van de middelbare school zat, toen zag ik een documentaire over Albert Schweitzer. En Albert Schweitzer was een Zwitserse arts en die maakte mensen beter in Gabon. En dat vond ik buitengewoon inspirerend. En dat leidde mij ertoe om een pakket te kiezen waarmee ik geneeskunde kon studeren. Want ik wilde net als Albert Schweitzer in zijn voetsporen naar Afrika om mensen beter te maken. Ik ben begonnen met geneeskunde, maar ik dacht op een gegeven moment van nou, dit is wel een hele lange studie. En misschien zijn er ook wel andere manieren om naar Afrika te komen. Nou, die heb ik gevonden en daarom sta ik hier vanavond. En daar ben ik blij om. Het is een heel breed thema dat we vanavond gaan behandelen. Ik zal proberen over een aantal dingen wat te zeggen. Ik heb een papiertje voor me liggen, omdat het toch vaak over cijfers gaat. En als 50-plusser mag je gewoon gerust zeggen dat dat dan een steuntje vanaf papier handig is. Maar dat is de reden dat ik het papier af en toe ook gebruik. Er werd al gezegd door Sophie iets over demografische trends. Op dit moment leven er 1,2 miljard mensen in Afrika. En in 2050 is dat verdubbeld. Op dat moment is dat 1/3 van de wereldbevolking. Nigeria zal dan ongeveer 500 miljoen mensen hebben als die trend zich doorzet. En is dan het 3e land ter wereld, heeft Amerika ingehaald. Op dit moment wordt er per vrouw 4,7 kind geboren. In de rest van de wereld is dat 2,5. De gemiddelde leeftijd in veel Afrikaanse landen is nu al onder de 20. 45% van de Afrikaanse bevolking woont nu in de stad. En in 2050 zal dat 60% zijn. 60% van de jongeren in Afrika is werkloos. Nou is dat een cijfer wat een beetje lastig is, omdat het is een cijfer van de Wereldbank. En die meet natuurlijk vooral de formele economie. En in de informele economie gebeurt ook heel veel. Maar jeugdwerkloosheid is wel een van de grote problemen waar Afrika nu mee kampt. En met een snel groeiende jonge bevolking zal het probleem alleen maar groter worden. Tenzij we erin slagen om banen te creëren. Nou, deze demografische trend, daar moet je als Europa over nadenken. Want het betekent ook iets voor Europa. De kansen die daar zijn, die hebben natuurlijk van alles te maken met human capital. Die hebben ook te maken met snel groeiende markten. En daar zal Peter de Ruiter ongetwijfeld iets over zeggen. De bedreigingen die er ook bij horen, die hebben te maken met conflict, instabiliteit. Ook over schaarste. En natuurlijk migratiestromen die op een gegeven moment misschien groter worden dan Europa aan kan. Europa en Afrika hebben dus een gemeenschappelijk belang bij duurzame economische ontwikkeling in Afrika. Economische ontwikkeling leidt tot banen en daarmee ook tot perspectief. Economische ontwikkeling leidt tot groeiende welvaart. Die moet alleen nog wat meer gelijk verdeeld worden, dus wat meer inclusief worden. Economische ontwikkeling leidt, als het goed is, tot beter onderwijs. Economische ontwikkeling leidt tot empowerment. En dat kan weer leiden tot een steviger democratisch bestel. Het leidt tot grotere kansen voor het Europese bedrijfsleven. En 6 van de 10 snelst groeiende economieën ter wereld zijn Afrikaanse economieën. Dat zijn niet de grootste, zeg ik er meteen bij. Maar het geeft wel aan wat daar gebeurt. Een ander getal wat ik hier nog even bij wil noemen is 60% van het nog te ontginnen landbouwareaal ter wereld ligt in Afrika. En nou is de landbouw ook de sector in de Afrikaanse economieën die over het algemeen het meeste banen schept. Dus dat is ook goed nieuws. Duurzame economische ontwikkeling. Wat kunnen Afrikaanse staten daaraan doen? Nou, allereerst heeft dat te maken met good governance. Het heeft te maken met het verbeteren van het investeringsklimaat. Dat is zowel wet en regelgeving, maar ook het tegengaan van corruptie. Voor Afrikaanse staten is het ontzettend belangrijk om hun belastinginkomsten op orde te krijgen en te vergroten. En dat betekent eigenlijk dat een stuk informele economie
in de formele economie moet worden gebracht. Wat ze kunnen doen op het gebied van infrastructuur, dat zal enorm bijdragen aan economische ontwikkeling. En natuurlijk, vrij recent is in het kader van de Afrikaanse Unie besloten om de African Free Trade Area op te richten. En dat is iets wat potentieel een handelsgroei van 5% tot 10% kan opleveren, alleen al in de inter-Afrikaanse handel. Wat kunnen Europese staten doen? Europese staten kunnen de Afrikaanse staten helpen bij de uitdagingen waar ze voor staan. Handelsbarrières wegnemen. De Europese Unie die probeert met Afrikaanse staten of groepen Afrikaanse staten zoals ECOWAS. ECOWAS is een vereniging van West-Afrikaanse staten. EPAS af te sluiten. Dat zijn Europese Partnership Agreements. En deze afspraken tussen de Europese Unie en landen in Afrika zorgen ervoor dat de handelsbarrières zoveel mogelijk naar beneden gaan. Dat is nog steeds geen garantie dat er zomaar van alles geëxporteerd kan worden, want de Europese Unie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de producten die de Europese Unie ingaan. Maar het biedt wel kansen voor Afrikaanse staten. Private sector stimuleren. Uiteindelijk is datgene wat de Europese staten doen als partner in ontwikkeling toch minder belangrijk dan wat de private sector kan doen. Als je kijkt naar wat er aan geldstromen naar Afrika gaan, dan zie je dat het ongeveer op jaarbasis 60 miljard aan remittances is. Dat is geld wat Afrikanen die buiten Afrika wonen terugsturen naar Afrika. Dat is dus een hele belangrijke inkomstenbron. 60 miljard is ongeveer het verzamelde donorgeld wat daarheen gaat. En 60 miljard is ook ongeveer nu de foreign direct investment die naar Afrika gaat. En dat getal moet omhoog, want daar zit echt de winst. Financiële dienstverleners. We hebben het al gehad over taxation, belastinginkomsten. Maar wat ook ontzettend belangrijk is, is dat het MKB, dat kleine ondernemers in Afrika toegang krijgen tot financiën, tot leningen. Dat is nu ontzettend moeilijk. De rentes zijn heel erg hoog. Banken doen heel erg moeilijk. En op het moment dat je ondernemerschap in Afrika met name op dat gebied wil stimuleren, dan zullen ze toegang moeten krijgen tot leningen, tot de bankaire sector. In Nederland wordt 80% van de banen door het MKB geschapen. In Afrika kan dat ook. En dat betekent dat ze niet meer alleen afhankelijk zijn van landbouw en van mijnbouw, maar dat er ook werkelijk duurzame economische groei is. Een genereuzer beursenstelsel kunnen we als Europa doen. Opleidingen zijn goed voor iedereen. En het is fantastisch als Afrikanen naar Europa komen om daar een opleiding te kunnen doen en die kennis mee terugnemen of hier blijven. Legal Pathways for Migration, oftewel legale migratie. Een belangrijk onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie vorig jaar in Abidjan gingen over migratie, waaronder ook legale migratie. De Europese staten die hameren vaak op terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar legale migratie is de andere kant van die munt. Het een gaat niet zonder het ander. Dan is het ook goed om even te kijken naar het migratieperspectief. Als we het hebben over Afrika en migratie, dan is het belangrijk om allereerst vast te stellen dat meer dan 80% van migratie in Afrika inter-Afrikaans is. Dat is eeuwenoude migratie van herders die met een kuddes de grens overtrekken. Het is seizoensmigratie, het zijn mensen die naar de grote economische zwaartepunten in Afrika gaan. Zuid-Afrika is daar een ontzettend goed voorbeeld van hoe daar mensen uit Zimbabwe heen gaan tot en met Congo en zelfs ook vanuit Tanzania. En dat is in Europa natuurlijk niet anders. Wij kennen het vrij verkeer van personen. En in Europa is het ook zo dat Duitsland een grote magneet is. Vanuit Spanje zijn in de afgelopen jaren eindeloos veel mensen naar Duitsland gegaan, want daar gebeurt het in de economie. Nou, dat is in Afrika niet anders. Waar hebben we het dan over als we in Europa praten over migratie en wat zeg maar in het politieke debat toch een prominente plaats krijgt? Dat gaat over de irreguliere migratie. En de irreguliere migratie heeft ook heel veel te maken met mensenhandel, mensensmokkel. Als je kijkt naar 2017, gewoon om de getallen er maar even bij te roepen, dan gaat het over 187.000
irreguliere migranten die vanuit Afrika richting Europa zijn gekomen. Voor 2018 tot nu toe zit dat op 127.000, dus daar is ook een scherpe daling te zien. Het interessante is dat Afrikaanse migranten vooral komen uit gebieden die wat meer ontwikkeld zijn. Dus sommige mensen denken van ja, dit zijn mensen die volledig in die armoedeval zitten, die geen kant op kunnen en dan denken van we gaan naar Europa. Het zit net iets anders. De mensen die naar Europa komen, die hebben de middelen om daar te komen. En soms is dat een, zelfs een soort van investeringsproject dat een dorp geld bij elkaar legt om iemand uit dat dorp, waarvan ze denken dat hij de potentie heeft om die reis te maken en om het daar te maken. En die hopen dat die investering zichzelf dan op een gegeven moment weer uitbetaalt. Maar we moeten ons realiseren dat naarmate de welvaart in sommige Afrikaanse landen gaat toenemen, dat dat eerder zal zorgen voor meer mensen die willen migreren dan voor minder. Als je kijkt naar de grote herkomstlanden van mensen die naar Europa gaan, dan zijn dat Zuid-Soedan, Somalië, Soedan en Congo, de DRC. Voor Nederland komt daar Eritrea ook nog bij. Wat een interessante vraag is altijd, en ik hoor dat mensen ook wel eens zeggen, is hoe zit dat nou met die relatie tussen bevolkingsgroei en economische ontwikkeling? En een veelgehoord misverstand, vind ik althans, is dat mensen zeggen van ja, de bevolkingsgroei is groter dan de economische groei en het verschil daartussen is eigenlijk de migratiedruk. Dat verhaal klopt niet helemaal. De gemiddelde economische groei in Afrika is 3,5% en de gemiddelde bevolkingsgroei in Afrika is 2,5%. Waar zit dan het probleem? Het probleem zit hem daarin dat die economische groei niet betekent dat er banen bijkomen. Dus de gemiddelde economische groei van 3,5% die is natuurlijk heel erg interessant, maar je moet heel goed kijken waar die vandaan komt. Want hij is vaak niet inclusief, niet duurzaam en creëert vaak niet de banen die nodig zijn om al die jonge mensen dat perspectief te bieden dat we ze zo graag wensen. Ik had het al even over legale migratie. Dat is niet alleen belangrijk om dingen te reguleren. Dat is niet alleen belangrijk om tegemoet te komen aan mensen die ergens anders naartoe willen gaan om daar arbeidstechnische redenen te verblijven of een opleiding te doen. Maar Europa moet zelf ook goed nadenken over wat Europa nodig heeft. Als je kijkt naar de demografische trends in West-Europa, dan zie je dat West-Europa krimpt. Als je kijkt naar de economische groei in Europa, dan zie je dat Europa arbeidskrachten nodig heeft in een aantal sectoren. Dus er is ook een politiek belang voor Europa om die legale migratie toe te staan. Het is een lastig politiek debat. We hebben net ook gezien in de discussie over de Global Compact for Migration dat sommige Europese landen daar heel huiverig voor zijn. Oostenrijk heeft zich daar teruggetrokken, Hongarije had het eerder al gedaan. Maar dat zijn toch wel de manieren om een stap te zetten richting regulering, die overigens wettelijk niet bindend is en waar geen geld naartoe gaat. Nou, wat doet Nederland allemaal? Daar wil ik toch kort even bij stilstaan. Nederland heeft met dit kabinet een focus gelegd op 3 regio's. Dat heeft te maken, dat gaat over Noord-Afrika en het Midden-Oosten, de Sahelregio en de Hoorn van Afrika. Nederlands beleid ten aanzien van die gebieden bestaat eigenlijk uit 3 pijlers die onderling zo goed mogelijk geïntegreerd zijn. Dat zijn ten eerste de geïntegreerde buitenlandse veiligheidsstrategie. Dat gaat meer over het hele grote veiligheidspolitieke plaatje. Dat gaat over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en het gaat over migratie. En die 3 onderdelen, daar heeft het kabinet in de afgelopen maanden grote beleidsnotities over naar het parlement gestuurd. En daarin heeft het kabinet aangegeven wat het daar wil doen. Ik zal er heel kort even bij stilstaan, want ik wil jullie niet te lang vermoeien met allerlei ambtelijke nota's. Maar dan weten jullie even waar het om gaat. De geïntegreerde buitenlandstrategie gaat heel erg uit van de gedachte dat we dringend wat moeten doen aan de toenemende instabiliteit rondom Europa
En daarnaast worden nog een paar onderwerpen eruit gepikt die ik gewoon even noem, omdat ze wel interessant zijn. Dat zijn cyber, dus de snelle technologische ontwikkelingen. Daar ondervinden we, denk ik, als Nederland, zowel vanuit het economisch domein als vanuit het veiligheids-militaire domein, steeds vaker problemen. En natuurlijk radicalisering en terrorisme aan de rand van Europa. Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De nota die minister Kaag daarover schreef heet investeren in perspectief. En dat is ook precies waar het over gaat. En dat sluit ook heel goed aan bij wat ik eerder al noemde over de afspraken tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie. Over het vinden van oplossingen voor jeugdwerkloosheid en banen. Belangrijke elementen uit die nota zijn een hele sterke preventieagenda. Voorkomen is beter dan genezen. Eigenlijk is de hele agenda die voortkomt uit de Sustainable Development Goals van de VN, de duurzame ontwikkeldoelstellingen, eigenlijk is dat ook een hele brede preventieagenda. Onderdeel daarvan is armoedebestrijding en het bieden van perspectief, het bevorderen van stabiliteit, het tegengaan van gevolgen van klimaatverandering, wat ook vaak tot conflicten leidt, denk maar aan waterschaarste, en het aanpakken van grondoorzaken, en dat heeft te maken ook met de dingen die ik net noemde, voor instabiliteit en irreguliere migratie. Het migratiebeleid van Nederland heeft 6 elementen. 1. Het voorkomen van irreguliere migratie, dus ook het tegengaan van mensenhandel. Nederland is nu lid van de Veiligheidsraad en Nederland heeft ook in de Veiligheidsraad zich heel sterk gemaakt voor betere vervolging van de mensen die achter de mensensmokkel zitten. En daar blijven we mee doorgaan, ook als we uit de Veiligheidsraad gaan. Het gaat over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio. Het gaat over een solidair en solide asielstelsel in de EU en in Nederland. Want ik wil nogmaals een keer herhalen dat al deze problemen te groot zijn voor Nederland om alleen op te lossen. Dit moeten we altijd in internationaal verband doen en dat begint met de EU. Minder illegaliteit, de mensenhandel heb ik al genoemd. Het bevorderen van legale migratie is ook echt onderdeel van die nota met het Nederlands beleid. En uiteindelijk, als mensen een bepaald proces hebben doorlopen en zich in Nederland kunnen vestigen, dan moeten ze hulp krijgen bij het integreren en het participeren. Veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, migratieproblemen, handel en economische groei. Het is allemaal onderdeel van dezelfde brede agenda waar we het met z'n allen over moeten hebben. En ik heb ook tijdens mijn laatste bezoek aan Afrika met minister Blok naar Nigeria, Niger en Tunesië tegen al mijn counterparts gezegd, het heeft alleen zin om over migratie te praten als het onderdeel is van een brede agenda. En als het duidelijk is dat wij daarin zitten met een long-term commitment. Met oog voor de wensen en behoeften van de counterparts. Kansen, bedreigingen. Wat is de grootste kans? Wat mij betreft is de grootste kans die we nu hebben om samen met de Afrikaanse landen deze uitdagingen aan te pakken. Wat is de grootste bedreiging? De grootste bedreiging is dat wij nu de problemen waar Afrika mee worstelt negeren, want ze zijn realistisch en ze komen vanzelf bij ons terecht. Als het bliksemt in Afrika, dondert het in Europa. Dank jullie wel. Dankjewel. Alle doorhoud. Ja, ik ga jou vragen inderdaad om nu weer te gaan zitten. Zo hadden we dat afgesproken. In die zin dat er straks genoeg gelegenheid is om verder met jou in gesprek te gaan. We zeggen je en jij. Ik heb ook mijn jasje uitgetrokken. Ik zag ook dat jij geen jasje hebt aangetrokken. We zijn allemaal heel benaderbaar vandaag. Het was hier warm, dat is ook nog zo. Heleboel breed beleid passeerde de revue. Ik kan me voorstellen dat het jullie wellicht hier en daar wat duizelt. Het is veel wat BZ doet, althans in deze veelheid zo gepresenteerd. We gaan natuurlijk straks met elkaar, met het panel, ook praten over de beelden die er zijn over wat buitenlandse zaken aan Afrika beleid doet. Als het gaat over beeldvorming, zal daar wellicht ook wel, zullen er wat beelden langskomen die kritisch zijn. En daar kun jij dan straks ook weer op reageren. Want zo gaan we doen. We gaan met alle panelleden die zijn uitgenodigd vanavond eerst één op één in gesprek. En daarna
doen we alle perspectieven nog een keer dunnetjes, leggen we die naast elkaar. En dan schuift ook alle weer aan. En de eerste met wie we gaan spreken hier op het toneel is Bram Vermeulen. Ik introduceer hem al even. Ja, kom zitten. Daar is hij, dames en heren. Morgen op televisie, 8:15. En nu hier. Ja. Applaus. Het is wel een beetje raar, Bram. We zitten wel heel raar nu. Nou ja, het is misschien voor de algehele intimiteit wel beter. Ja, hier is het wel heel intiem. Je bent ook heel groot. Ja, misschien daar. Straks komt wel iemand hier zitten, maar dat gaan we dan bedenken wie dat is. Ja. Bram Vermeulen, 17 jaar geleden ben je begonnen als correspondent in Zuid-Afrika. Ja. Een tijdje in Turkije geweest, ook niet onopgemerkt gebleven, maar nu vanaf 2013 dus weer correspondent voor de NOS en NRC vanuit Kaapstad. Vanuit Kaapstad moet jij dus die 54 landen van het continent overzien en verslaan. Ja, met mijn goede met jouw collega's. Collega. Goed, oké, maar dan nog. Misschien kun je iets zeggen over, heel kort, over hoe jij probeert recht te doen aan de diversiteit van dat enorme continent. En mensen hebben het waarschijnlijk tegenover jou ook vaak over Afrika als een land. Soort gemene deler. Ja. Hoe kan je iets zeggen over hoe jij daarin probeert genuanceerd te doen? Nee, mijn baan is opgezet om te falen. Het staat natuurlijk helemaal nergens op. Voor de krant doe ik het samen met Koert Lindeyer, die al enige tijd in Nairobi woont. Maar we falen gewoon aan alle kanten. Ik heb nu een collega bij mij in Kaapstad die al ongeveer 35 jaar voor Der Spiegel Afrika doet. En die is volgend jaar gaat hij met pensioen in juli. En die moet nu nog naar 4 landen en dan heeft hij ze alle. Jij? Nee, hij. Nee, ik ben nog niet eens op de helft. Nee, dus het slaat helemaal nergens op. Nee. En dat heeft als effect dat je bijvoorbeeld als nieuwsconsument tegenwoordig zelfs de naam van de advocaat van Donald Trump kent. En van zijn schoonzoon en daar de vrouw je van. En weet je, maar dat je van Afrika nog niet eens 2 of 3 staatshoofden kunt noemen uit je hoofd. Dus laten we zeggen dat het nieuws uit Afrika een beetje ondergesneeuwd wordt als je niet uitkijkt. Dus ik doe daar wel mijn best voor om daar wat aan te doen. Maar het kan natuurlijk helemaal niet. Ik kan daar niet in slagen. Ik ga dat nooit winnen. En ik voel vaak dat wat ik probeer, als het nou bijvoorbeeld over migratie gaat, dat gewoon een druppel op een gloeiende plaat is. Dus ik kan zeggen, nou ja, met die nou kijk even naar de cijfers. Migratie. De manier waarop we erover spreken gaat nog steeds over de 2015 cijfers, toen 1 miljoen migranten ineens aan de poort van Europa stond. Inmiddels is dat helemaal teruggevallen. Ja, alle noemden die cijfers. Naar 10% daarvan, maar we praten er nog steeds over in termen alsof dat zo is. Dat is geloof ik ook, want dat is wat jij diagnosticeert als het grote probleem ook van jouw verslaggeving. Niet alleen jouw verslaggeving, maar überhaupt het berichten over Afrika. Ja. Dat er natuurlijk in de beeldvorming over Afrika is er een onevenredig grote aandacht voor migratie. Nou ja, Diezelfde collega van de Spiegel citeerde je eerder. Die zei, migratie is het nieuwe AIDS. Het lijkt wel alsof we alleen nog maar daarover kunnen vertellen. Ja, dus toen ik correspondent werd in 2001 in Zuid-Afrika, toen was Thabo Mbeki nog president. En die geloofde niet dat HIV AIDS veroorzaakt. Dus ik schreef zo'n beetje elke week een verhaal over AIDS en hoe 1000 doden per dag. Maar dat soort cijfers gingen dan rond. En dat ze zelfs rechtop moesten gaan begraven. En weet ik veel niet, in begraafplaatsen waren. En het hele continent ging dood. En inmiddels schrijf ik dus 15 jaar later alleen maar over hoe het continent enorm aan het zo erg aan het leven. Zoveel kinderen. En dan hebben ze ook nog ambities. En die willen allemaal naar Europa. Dus nou zijn het ineens te veel. Dus ik weet ook soms, daar hebben we het soms over. Van, wat is het nou? Gaan we nou dood of zijn er nou te veel? Maar even laten we dat even bij de kop pakken. Wat is het nou? Want als het gaat over beelden die circuleren. Ja. Wat is wat jou betreft nou misschien een beeld het realistische dat enige correctie beeld? Verdient? Is, als ik het goed beluister, is dus in ieder geval gaat het over migratie. Ja. Gaan we zeker zo meteen over verder praten, ook omdat jouw serie daar natuurlijk ligt. Het is ook gezellig. Ja. Eigenlijk wel fijn, dan kunnen we elkaar zien. Is dat niet een idee, dat we het zo laten? Of niet. Ja. Oké, was een slecht idee. Nee, als je het zo ziet, nee, dat nog niet. Dus migratie gaat het over. En het andere beeld wat je dus waarvan je zegt is dat overbevolking als probleem. Je zegt eigenlijk, je zou kunnen zeggen,
Het is misschien een teken dat het heel goed gaat met het continent. Dat sowieso. Dus het feit dat kindersterfte, moedersterfte in de afgelopen 50 jaar enorm is teruggedrongen, betekent dus dat er heel veel Afrikanen blijven leven. En dat zouden we in principe moeten vieren als een succes. En in termen van overbevolking wordt de hele tijd dus als een bedreiging beschreven. Terwijl kennelijk de miljard die Chinezen die er zijn, die zien we allemaal als economisch potentieel. Dus hoe zou dat in Afrika geen sprake van zijn? En wat is dan precies de bedreiging daarvan? De link wordt heel snel gemaakt met overbevolking. Dat betekent dat ze allemaal naar Europa gaan. Ik ben heel veel in Niger geweest in het afgelopen jaar. Niger heeft het hoogste aantal kinderen per vrouw. Dat is gemiddeld erg 6, 7. Ja. Dus je had het over 4,7. Dus daar is het echt extreem groot. En het probleem is daar ook nog dat mannen dan ook nog meerdere vrouwen hebben. Dus soms hebben ze 20, 25 kinderen. Alleen als je naar de statistieken kijkt, en dat moet je blijven doen, dan migreren Nigerijnen helemaal niet. Ik heb even bij de CBS opgezocht. Er kwamen er vorig jaar 10 naar Nederland en dan gingen er 10 weer weg. Dus saldo is nul. Ja, dus je zegt eigenlijk de hele aanname. Ik heb dat is een aanname. Ik heb ergens zelfs gelezen dat je zegt, er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor die correlatie. Dat als bevolkingsgroei plaatsvindt, dat er per definitie toe leidt dat mensen meer gaan migreren. Ja, maar dat is omdat dat dus heel erg het Europese perspectief. Dus we hebben de hele tijd vanuit Europa discussiëren we over wat er in Afrika gebeurt. En we linken alles aan onszelf. Het zal er met onszelf te maken hebben. Maar inderdaad, migratie meandert alle kanten op het continent. Wat u ook zei. Zuid-Afrika, ik loop naar buiten en de eerste die ik zie is een Congolees en de volgende word ik geholpen door een Zimbabwean. Dus het is één grote. Ik bedoel, het gaat alle kanten op. In Ivoorkust was ik laatst voor die top vorig jaar. Toen werd mij uitgelegd dat een kwart van de bevolking in Ivoorkust niet uit Ivoorkust komt. Dus iedereen in de wereld, alle landen in de wereld hebben te maken met migratie. Ja. Dat hoort er eenmaal bij. Maar nog even over die overbevolking. Als ik dus van Kaapstad naar Amsterdam vlieg, dan vlieg ik over een continent waar bijna geen licht te zien is. Dan moet je maar eens een keer the world by night. Dan heb je Europa, dat is één grote lichtbak. Amerika, één grote lichtbak. Afrika, China, donker. Afrika, donker. Dus het is vooral leeg land wat ik zie. En tuurlijk, Lagos is een nachtmerriescenario. Toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik, mijn god, 20 miljoen mensen in deze stad en niemand die het managt. Hoe gaan ze dat in godsnaam? Die zijn er wel. Cairo, Kinshasa, dat zijn die steden die ontzettend veel mensen aanzuigen. Maar laten we nou wel wezen, want als ik nou één ding op de middelbare school heb geleerd, lagere school denk ik, het dichtstbevolkte land van de wereld is Nederland en Bangladesh, toch? Dus, ik weet niet of het inmiddels na jouw lagere school nog steeds zo is. Maar in elk geval, dus wat is nou precies die paniek over die overbevolking? Oké, dat is een belangrijke correctie die je bij deze, denk ik, in onze hoofden even hebt laten postvatten. Ja. We gaan zo, denk ik, nog even spreken en zeker later ook met het panel over de gevolgen van die migratie binnen het Afrikaanse continent en juist ook voor de Afrikaanse steden. Maar ik wil eerst nog eventjes naar dat beeld van migratie als het grote probleem, met de grote getallen waar steeds over gesproken wordt, met name door de Europese kopstukken. Dat is ook natuurlijk de reden dat er ongelooflijk veel geïnvesteerd wordt en geld gaat naar de bestrijding, het tegenhouden van migranten. Ja. Dat was ook de reden dat jij jouw serie hebt willen maken. Die nieuwe vijfdelige serie over de Sahara. Waar dus met name in dat gebied eigenlijk, je zegt, daar ligt tegenwoordig de zuidgrens van Europa. We hebben hem steeds verder naar het zuiden verschoven. Ja. Daar zijn wij, de Duitsers, Italianen, Fransen zijn daar met grote troepenmachten bezig om mensen tegen te houden, of in ieder geval mensen op te leiden die mensen tegenhouden. Ja. Het fascinerende vond ik, je was eerder in Niger, daar op diezelfde plek. Die aflevering herinner ik mij uit je eerdere serie, waar jij sprak met smokkelaars en die zeiden, zij gaan ons niet tegenhouden. De Sahara is heel groot. Ja. Je was terug. Het is waar dat er heel erg veel mensen worden tegengehouden. Sterker nog, jij hebt het ergens over 90%. Ja, ja. Ik vraag me dan af, hoe meten we dat? Maar goed, laten we die discussie even parkeren. Ja, het zijn cijfers van het IOM. En die worden inderdaad gemeten op de officiële routes. Dus je weet het nooit helemaal. Maar goed, zeker. Je zou kunnen zeggen, in dat opzicht is het beleid effectief. Ik wil even naar dat filmpje. Want dat is een fragment uit jouw serie, die dus morgen begint. Ik zal het even inleiden. Omdat moet je misschien even vertellen. Ja. Want we zijn dus weer in Niger. We zijn in diezelfde stad als waar die mannen toen tegen jou zeiden, ze houden ons niet tegen. Ja. Je gaat er
UCAP, dat is de... Ja, UCAP. Dus de ambitie van die serie was een beetje van... Oké, de Europeanen zijn de Sahara aan het herkoloniseren. Ja. Hè? Die zuidgrens die ligt helemaal niet meer bij de Middellandse Zee. Die ligt nu in de Sahara. Dus inderdaad, de Italianen sturen troepen, de Duitsers en de Fransen zitten al van Mauritanië tot aan Tjaad. Dus als je tegenwoordig naar hotels gaat in de Sahara, dan is het eerste wat je ziet zijn boots en soldaten, Amerikanen. Dat is echt gemilitariseerd. Maar het lastige is een beetje, dan, als je dan wil volgen wat die Europeanen daar precies uitvreten, want zo zijn ze ook alweer, dan laat ze dat niet zien. Want dat was je missie, ja. Hè? Je wilde kijken, wat doen die Europeanen? En dat is mislukt. En misschien moeten we met die wetenschap even naar het filmpje kijken, of moeten we nog meer weten. Ja, dus, dus toen ik erachter kwam, weer geen interview, toen hoorde ik van de architect die de compound van de EUCAP heeft gemaakt, dat daar het enige zwembad in heel Agadez is aangelegd voor die Europese expats. Toen dacht ik, dan kan ik het misschien zo aanvliegen. Maar moet je nu niet te veel meer vertellen, want anders wordt het een spoiler. Okay. Kunnen we het fragment zien? Nou, dit is Fort Europa in Agadez. Achter die hoge poort zit het Europese agentschap EUCAP. Dat zich officieel bezighoudt met de training van lokale politieagenten hier in Niger om migranten op weg naar Europa te stoppen en smokkelaars te arresteren. Maar nu zijn ze al ruim 2 jaar bezig met de training van die agenten. Dus je zou denken dat ze onderhand toch wel klaar zijn met die training. Dus wat doen ze dan nog meer hier achter deze poort? Nou, ik heb geprobeerd om dat uit te vinden, maar ik krijg geen interview, natuurlijk. Maar nu heb ik ook gehoord dat nog 1 kans is, namelijk het enige zwembad in heel Agadez ligt hier achter die poort. Chef, ça va? Ça va. Je suis Bram, je suis de Pays-Bas. Pays-Bas. Oui. J'ai entendu que vous avez une piscine ici. Une piscine? Monsieur, vous êtes de EUCAP? Je suis Bram. Oui, de la Hollande. J'ai entendu qu'il y a une piscine ici. Est-ce que je peux nager à votre place parce que c'est la seule piscine en Agadez? Bonjour. Je suis Bram. Enchanté, moi je suis Patrick, l'officier de sécurité. De la Hollande, oui. J'ai entendu que vous avez une piscine ici. C'est la seule... Non, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine? Non, c'est un réservoir d'eau pour le secours. Het was er echt. Ja, dat is het ding met die drones. Hè? Die kun je niet meer liegen tegenwoordig. Die kan niet meer liegen. Als voorlichter heb je het steeds lastiger. Ja. Zelfs ver weg in de Sahara. Ja. Het wordt natuurlijk heel erg om gelachen. Dat zag ik ook bij De Wereld Draait Door. Het is natuurlijk ook heel geestig. Maar als je het even serieus bekijkt, is het misschien ook toch wel... Is het natuurlijk de vraag, waarom is er zoveel geheimzinnigheid? En hoe schadelijk is dat voor ook toch het imago van wat de EU daar allemaal doet? Ja. Ja, omdat het toch een beetje een elitaire aangelegenheid is, als je er goed over nadenkt. Ik ben ook wel eens in het kielzog van premier Rutte naar Mali geweest. En die dan president ontmoet. En dan wordt er ook gesproken over migratie en het tegenhouden. En nou, de president van Niger die heeft zo'n beetje niks anders meer te doen dan het ontvangen van Europese delegaties. Hè. Blok en Macron en dan weer Merkel. Dat is echt iedere dag weer iemand anders. En die krijgt enorme bakken geld natuurlijk door Brussel gegeven om die migratie tegen te stoppen. En die houdt zich daar keurig aan. Die heeft een wet ingevoerd. Zijn duizenden smokkelaars zijn aangehouden. Een auto's in beslag genomen. Allemaal precies zoals Brussel het wenst. Alleen, in Niger zelf staan de mensen nu echt al maanden op straat om te demonstreren tegen accijnsverhogingen, belastingverhogingen. Allemaal heel saai. Natuurlijk veel te saai voor mij als reporter om daarover te schrijven. Interesseert niemand wat belastingverhoging in Niger, zo wat. Maar het heeft wel als effect dat dus de machthebbers in Niger, die krijgen enorm veel geld toegeschoven.
En tegelijkertijd worden de duimschroeven van de bevolking zelf aangedraaid. Hè? Dus de transporteurs noem ik ze maar even. Want smokkel wordt pas als je de grens met Libië overgaat. Tot dat moment is het ECOWAS. Zijn er 6000 mensen werkloos geworden? Heeft de EU 400 miljoen euro, zeggen ze, beschikbaar gemaakt om voor compensatie? Daarvoor mochten de smokkelaars projectvoorstellen doen, zoals: ik wil een restaurant beginnen, dan gaat de EU jou tafels en stoelen geven. Nou, ik heb wel zo'n man ontmoet, die had dan wel de stoelen, maar geen tafels. Dat ga je ook in de film zien. He, dus die stonden dan ergens in een opslaghokje en dan stonden die stoelen. Nou goed, dat ging dus niet lukken. En van de 6000 mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben er 200 een projectje van dit soort lulligheid gekregen. Hmm. Dat is wat de EU als alternatieve werkgelegenheid nu verschaft in Niger. Vinden jullie het ook mysterieus? Zit er iemand uit Den Haag aan de knoppen? Of, nee, maar dit is. We negeren het wel. Ja. Jij kan de Sahara, heb je overleefd, dus dit moet je ook. Ja. Nee, maar dus, Sophie, maar het is echt goed om over na te denken. Ja. Want we hebben dus, we willen dus dat stopt. Ja. Maar, en we doen dus beloften en die komen we niet na. En hoe denk je nou dat de bevolking daarover gaat denken? Dus die zien dat hun president, die gaat steeds grotere auto's rijden. Die vervolgens de belastingen verhoogt. Die vervolgens niet investeert in onderwijs, dat soort dingen. Wordt tegen gedemonstreerd, die demonstranten worden opgepakt. En Europa daar maar naartoe en maar geld geven. Ik bedoel, je zit in de Sahara, veel jihadisme, Boko Haram, IS, Al-Qaeda of gewoon criminaliteit, gewoon boosheid. Wat gaan we daarmee doen? Ja, punt is helder. Je zegt dat het loopt niet zoals het wordt voorgesteld. Maar het wordt ook gewoon niet serieus genomen. Dat is het. Het is allemaal met de bedoeling, omdat hier natuurlijk in Europa elke dag gaat over die migratiebedreiging. Dit hebben we alles tegenhouden. Dat is natuurlijk de vraag inderdaad. En die gaan we zeker straks. Ben ik ook heel benieuwd wat alle doorhoud daarop zegt. Maar dat is natuurlijk het punt wat jij ook steeds maakt in de interviews die je hebt gegeven over je serie, die je op televisie hebt gegeven. Vandaag nog weer in NRC. Dat je zegt dat die onevenredige focus op migratie leidt er dus toe dat we daar al het geld naartoe laten gaan. En dat het geld dus ook niet gaat naar andere wellicht nuttige hulpprojecten. Ja, maar dat is de paradox van deze avond. Is dat er enerzijds wordt gezegd, wat gaan we doen met de bedreiging van Afrika? Dat vind ik al een heel groot woord. Want sinds wanneer is migratie een bedreiging? We zitten hier in een stad waar je de erfenis van ons migreren naar de rest van de wereld overal ziet. Pakhuizen die zo gebouwd zijn dat je lekker de specerijen uit de kolonie omhoog kan halen. Dus migratie is voor Nederland heeft dat betekenen dat wij on top of the world staan eigenlijk. En dus waarom zou dat vanuit Afrika nou als bedreiging worden gezien? Dat snap ik al niet. En vervolgens ga ik kijken, wat zijn dan de kansen die we hebben in Europa? Is dat niet een enorme tegenstelling die je dan wil discussiëren? Het fijne is natuurlijk dat we vanavond ook het ministerie hier aanwezig hebben om daar wat over te zeggen. Maar als we die twee parallele ontwikkelingen maar eventjes, als we die even vasthouden. Je hebt heel kritische dingen gezegd over het beleid van BZ. Als het gaat over bijvoorbeeld het openen van ambassades, weer in Burkina Faso bijvoorbeeld, omdat dan wordt gezegd dat zijn transitlanden, dus belangrijk dat we daar zijn. Mm-hmm. Ik vat het even snel samen. Daarvan zeg je, er gebeurt al verschrikkelijk veel in de zin van migratie tegenhouden. Dus heeft dat zin? Of is dat eigenlijk gewoon symbolische politiek? Dat is natuurlijk de vraag. Waar leidt dat in ultimo toe? Als we daar met name het geld naartoe laten gaan, wat doen we dan niet? En een andere grote vraag is, en ik wil eigenlijk die vraag met name nu even met jou bespreken, is waar leidt het toe dat er worden zoveel mensen tegengehouden? Die gaan weer terug. Jij zegt vandaag in NRC, er zijn files terug naar het zuiden, bij wijze van spreken. Nee, dat is letterlijk zo. Als je nu naar Agadez gaat, EOM is één grote doorvoerhaven van mensen terugsturen. De luchthaven van Niamey is allemaal jongens die met papieren allemaal terug naar Cameroen, terug naar Guinea, terug naar Liberia. Dat is één grote. Dat is echt filerij. Dat is echt een file. Ja. Oké, ik dacht het beeldspraak, maar het is ook echt zo. Kan je nagaan als het gaat over beelden. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat voor het continent? Voor bijvoorbeeld jouw stad Kaapstad, waar jij woont. Die je maar dat is zo'n andere dynamiek. Nou, de vraag is natuurlijk, die migratie binnen Afrika komt ook weer op bepaalde hubs komen die migranten terecht. Kaapstad is zo'n plek die vaak genoemd wordt. Ja. Daar komen vragen aan. Ja, nee, maar kijk, Zuidelijke Afrika is zo'n andere dynamiek. Want in Zuidelijke Afrika, als je in Malawi komt of Mozambique, dan kijk je niet naar Europa, dan kijk je naar Zuid-Afrika.
Congo is een beetje, sommigen gaan naar het noorden, naar Europa, en sommigen gaan naar Zuid-Afrika. Dus dat is een compleet andere dynamiek. En dus als we het al hebben over migratie naar Europa, dan gaat het of om West-Afrika of Oost-Afrika. Hè. Eritrea, dat zijn nog steeds de Nigeria, dat zijn de echte migratielanden, zeg maar. Maar wat het effect is, nou oké, ik vond het interessant dat net weer werd genoemd dat er in Ivoorkust is afgesproken dat er, ik weet nog, toen Zijlstra nog minister was, verbaasde die mij, omdat hij dezelfde uitzending als ik zat, zei, we moeten naar legale migratie gaan kijken. Dus, hè, dus aan de ene kant deze militarisering van de Sahara, maar we gaan ook kijken of mensen makkelijker naar Europa kunnen komen. Nou, voor zover ik weet is dat nou net precies het deel waar we het nu al een tijdje niet meer over hebben gehad. Althans, de nieuwe minister heb ik er niet meer over gehoord, Blok, tijdens zijn reis. Legale migratie is ineens weer van de agenda verdwenen. Net hoorde ik het wel, maar we... Nee, oké, dus daar zou ik nog wel meer over willen horen, ja? Of wat daar dan concreet precies aan wordt gedaan. Ja. Gaan we verbeteren. Maar ik wil eventjes toe naar dat beeld, want dat is ook een beeld wat je beschrijft in een van je stukken. Er wordt daar tegen migranten gezegd, hier houdt het op, je moet terug. Je haalt vandaag de NRC een jongetje aan, ik geloof dat hij 10 is. Ja. Die is al maanden onderweg, die heeft geen ouders meer. Die wordt teruggestuurd. Je beschreef ook dat je eigenlijk een beetje geschokt was hoe weinig je dat verhaal nog raakte, omdat je zoveel van dat soort verhalen hebt gehoord. Maar wat gebeurt er? Neem dat jongetje maar even. Wat wordt de beweging die hij gaat maken en... Wat wordt de beweging van al die jongetjes? Als wat betekent dat voor het continent zelf? Nee, die gaan terug naar Guinea en naar Liberia met staart tussen de benen, met schaamte, want hun missie is mislukt. En daar vertellen ze ook over, dat ze dat eigenlijk het allerergst vinden. Ze vinden het dus niet het ergst dat ze geslagen zijn in Algerije of beschoten zijn of in de woestijn gedumpt. Ze vinden het allerergst teruggaan zonder dat ze zijn geslaagd in... waar ze voor weg gingen. En voor heel veel... ik heb in de vorige serie, in de trek, zijn we teruggegaan naar een dorp in Senegal. Waar een ongewoon aantal mensen vandaan kwam dat op een boot zat waar 700 migranten tegelijk zijn verdronken. En we kwamen daar te spreken met die familie van een van die drenkelingen. En dat bleek dat dus de broer, de grotere broer van die jongen, die zat al in Parijs. Dus daar was het erin geslaagd. En de andere broer was ook gemigreerd. En hij als derde wilde het ook proberen. Dus die routes die waren gewoon van hem uitgestippeld. En iedereen in dat dorp die een stenen huis had in Tambacounda, dat was een kind. Hè, of dat was een familie waar in elk geval tenminste één kind in Europa zat. Dus dat was zo'n sprekend voorbeeld. Waarbij je in die regio, met name Oost-Senegal en West-Mali bijvoorbeeld, dat zijn echt bepaalde bevolkingsgroepen die echt al tientallen jaren migreren. De burgemeester daar legde ook uit van, ja, eerst hadden jullie ons Afrikanen nodig voor jullie wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, hè, de terreur, Senegalese, die waren zelfs beroemd als kanonnenvoer eigenlijk in die oorlogen. Vervolgens hadden jullie autofabrieken ons nodig, Citroën, Peugeot. En vervolgens... hebben jullie ineens geen zin meer in ons? En nu moeten het ineens allemaal stoppen. Maar intussen draaien die dorpen en die regio's compleet om het migratiemodel. Nou, en dan zijn er al tientallen jaren ook projecten. En je kunt het zien, bij ieder dorp staat een heel woud van borden. Van projecten uit Litouwen en Italië. En iedereen is dat allemaal al een keer geprobeerd. En die komen dan ergens, komen ze uien telen of zo, weet je wel. Maar dat is natuurlijk voor die jongens van 20 is dat gewoon helemaal geen optie. Ik bedoel, ik heb ook, toen ik 20 was, had ik ook geen zin om uien te gaan telen. Nou, zij ook niet. Weet je, dus die logica of de logische stap om naar Parijs te gaan waar zijn oudere broer zit, die is veel logischer dan dat je uien gaat telen of die projecten die dan verzonnen worden. Dus als we het hebben over de migratie bij de wortels aanpakken. Dan blijkt vaak in de praktijk blijken die projecten zo van zo'n lulligheid te zijn. Iemand heeft tegen mij een keer gezegd, de Europeanen hebben meer metaalbewerkers in dienst genomen dan het Amerikaanse leger soldaten. He, dus al die jongens die er allemaal zitten te poetsen op, dat soort... Het is vaak van zo'n lulligheid. En die burgemeester die zei, als jullie echt iets aan migratie willen doen, breng dan Citroën naar Senegal. Breng dan die grote autofabriek. Overigens, in Zuid-Afrika heb je dat soort... Precies, dingen. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. Maar dank, want je hebt een waanzinnig bruggetje aangereikt voor het volgende panellid, Peter de Ruiter. Het begrip uien telen is gevallen. Citroën, breng ze naar Afrika. Dat lijkt me een moment om Peter de Ruiter even erbij te halen van de Netherlands Africa
Business Council. Ja, applaus ook zeker. Neem een stoel. Ja, je mag, naast mij komen zitten. Jij wel. Het mag zeker. Je moet even de microfoon zo een beetje naar je toe buigen. Allerlei kritische noten gekraakt door Bram Vermeulen. Ik kan me voorstellen. Die uien vond ik wel mooi. Ja. Die uien, nou laten we die misschien maar even nemen. Want jij gelooft wel in zo'n project. Nou, de uien is wat lastig inderdaad, maar als ik wou zeggen, als NRBC... Volgens mij moet je iets meer in de microfoon praten. Ja, als NRBC staan we voor het Nederlands bedrijfsleven. Ja. Dat is het uitgangspunt, dus een andere insteek dan misschien wanneer je het vanuit het continent zelf bekijkt. En waar zijn dan de kansen op de wereld? En van ons betreft, waar zijn de kansen in Afrika? Ja. Het is onze hele visie en ons hele beleid, onze activiteiten zijn erop gericht om zoveel mogelijk de kansen te benadrukken en de mogelijkheden te creëren. Ja. Voor het Nederlands bedrijfsleven in Afrika in de meest ruime zin des woords. Ja, en sterker nog, jullie voegen daaraan toe dat je ook erop uit bent om een duurzame relatie, duurzame economische aanwezigheid tot stand te brengen. Ja, laat zich vertalen inderdaad dat wij eigenlijk van mening zijn, de visie hebben, de missie ook uitdragen, dat de duurzame ontwikkeling van Afrika, dat is iets andere invulling zoals jij toen schrijft, maar de duurzame ontwikkeling van Afrika zal zich richten op het bedrijfsleven. Of die komt uit het bedrijfsleven. Ja, private sector. De private sector. Hè, de Afrikaanse bedrijfsleven zelf. Ondersteund samen met. Er is geen kolonialistische verhouding meer in dat perspectief. Met buitenlandse investeerders en buitenlandse handelspartners. En bij voorkeur uit Nederland. Wat jou betreft, bij voorkeur. Ik denk dat alles wel in de zaal is. Want allemaal gaan we daar beter van worden, natuurlijk, als Nederlanders. Ja, nou, dat is interessant. Jij zei bij aanvang van deze avond, ik ga het positieve verhaal vertellen. Ik ben de Afrika-optimist vanavond. Die rol speel je nu al met verven. Maar misschien moeten we dat eventjes, om ook het perspectief waarmee jij jullie naar Afrika, het continent Afrika kijken, een beetje helder te krijgen. Is het goed om even ook... Misschien kun je dat schetsen. Wat jouw werk dus is om Nederlandse bedrijven, investeerders warm te maken eigenlijk voor het investeren in Afrika. Ja. Als het gaat over beelden. Wat is het beeld waar jij dan het hardste tegen moet vechten? Waar moet je mensen het meest van overtuigen? Mensen die terughoudend zijn, die misschien met name in bedreigingen... Ja, er zijn natuurlijk veel aarzelingen over Afrika. Als we kijken naar het totale bedrag aan investeringen wat vanuit Nederland nu richting Afrika gaat, dat is nog maar beperkt. Je noemde een bedrag van 60 miljard per jaar als FDI voor heel Afrika. Dus dat is eigenlijk, en daar heeft Nederland maar een klein percentage van. Het zou meer moeten zijn, wat jou zou meer moeten zijn. Ik denk dat het nu zo, als het over een tijdschaal van een aantal decennia, praat over 20 miljard dat Nederland geïnvesteerd heeft in Afrika. En handelsrelaties. Bedrijfsleven heeft dat over, de handelsrelaties, precies. Ja? Ja. Dan heb ik het alleen over de private sector. Ja? Dat is vele malen minder dan wat we met België aan handelsrelaties hebben. Dus in die zin, voor zo'n enorm continent is er alleen maar potentieel, alleen maar groei, alleen maar kansen. Wat voor bedreigingen zijn er? Ja, er zijn algemene bedreigingen. Ik vraag vooral naar wat zien ondernemers? Waarin moet jij ze overtuigen? De overtuiging is denk ik dat je het verhaal over de kansen eerlijk moet vertellen. Het is met alle cijfers die genoemd zijn over demografische ontwikkelingen, zijn er alleen maar kansen. Er is natuurlijk enorm veel groei, enorm veel vraag. De agrarische ontwikkelingen waar alle naar verwees, daar kan Nederland als geen ander land een rol spelen om die zaken op gang te brengen. 60% nog niet ontgonnen landbouwareaal, hoorde ik. Ja. Waterhuishouding, noem maar. Het Nederlands bedrijf heeft daar alleen maar kansen. Maar we moeten natuurlijk ook een beeld tegenspreken, of de beeldvorming die er is, nuanceren op het gebied van de risico's die er zijn. Het algemene ondernemersklimaat, wat natuurlijk niet echt gunstig is. Afrika scoort niet hoog als het gaat om de World Bank Ease of Business Indexes. Dat zegt mij niks, maar ik vat het even samen. Dat betekent, het is... Alle verwezen er ook even naar. En ik vind het belangrijk om even, misschien even kort aan te geven. De World Bank maakt elk jaar, alle landen van de wereld, maken ze een ranking. Waar is het nou handig en makkelijk om zaken te doen? Het gaat om handig en makkelijk. Dat is de ranking. Ease of doing business. Dat verstond. Hoe makkelijk is het? En dan 190 landen. Ja. En dan al die landen. Ik begrijp het denk ik. Dan scoort Afrika niet hoog. Dat begreep ik, maar ik verstond het woord ease niet. Ja. Oké, daar gaat het om. Jij probeert die mensen daar naartoe te brengen. Ja. De grote vraag is natuurlijk, een vraag die door alle doorhoud ook al werd opgeworpen. Die economische ontwikkeling, alle zij het heel eufemistisch,
ja, het enige probleem is, hè, er is wel groei, maar hij wordt nog niet zo erg gelijk verdeeld in Afrika. Hij komt nog niet zo terecht bij de mensen in Afrika zelf, bij de bewoners van het continent. Dat is natuurlijk een veelgehoorde, dat is gewoon een groot probleem natuurlijk. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat werkt als je ondernemer bent. Ik bedoel, jij zegt heel eerlijk, wij zijn er met het idee, wat is de businesspropositie? Kunnen we er geld verdienen? Vat ik maar even samen. Ja, absoluut. Ja. In hoeverre speelt dan zo'n vraag? In hoeverre, als wij daar geld verdienen, in hoeverre worden de mensen er daar beter van? In hoeverre speelt dat mee bij ondernemers? Ik vroeg je dat van tevoren. Ik ga maar vast even daarop preluderen, want dat gaat wat sneller. Ga je even zeggen wat ik moet zeggen? Nee, wat ik zo interessant vond, was dat jij zei, nou, ik weet er een heel goed voorbeeld van. En dat is het voorbeeld van een zekere bierbrouwer, waarvan ik juist dacht, nou, die ga ik vanavond maar niet opbrengen, want dan zijn we meteen zo ongezellig. Ja. Maar dan noem jij dus Heineken absoluut als een goed voorbeeld. Nou, daar zijn we denk ik heel benieuwd naar. En zeker Bram. Nee, kijk, je kunt nu hoe dat zit. Je kunt nu, zeker in deze tijd, met de twee boeken die zijn verschenen over Olivier van Beemen. Olivier van Beemen, die daar natuurlijk wat dingen over heeft geschreven. En dat zijn op zich goede boeken. Maar dat staat los van het feit dat Heineken natuurlijk een enorme lange termijn visie heeft gekozen en uitgewerkt. Strategie heeft ontwikkeld voor hun bedrijf in Afrika. En daar hebben ze 10, misschien wel 100.000 mensen aan het werk geholpen. Die anders geen werk hadden gehad of op andere manier aan het werken. En dat doen ze op een manier waarbij ze de lange termijn in oog houden. Dat doen ze op een manier waarbij ze de belangen van de lokale boeren in oog houden. En ze zijn heel erg gericht op het creëren van local sourcing. Hè. Dus hun producten moeten ook uit de regio zoveel mogelijk vandaan komen. Water, hun producten, wat heb je nodig om bier te maken? Dat moet ook allemaal zoveel mogelijk uit de regio komen. Ik vind Heineken daarin een voorbeeld. Natuurlijk maken ze fouten. En dat zijn ook zeker dingen die in het boek op de rechtswijze zijn geconstateerd. Mm-hmm. Maar dat is een algemeen verhaal. Je kunt in Afrika, doe je sowieso andere zaken dan in Nederland. Hè? Het is een ander continent. Er zijn andere regels, andere problemen die je moet adresseren. En daar heeft Heineken ook mee te maken. En daar zullen ze ook zeker fouten mee gemaakt hebben. Maar daar zijn ze zeker in deze tijd mee geconfronteerd geraakt. En daar zullen ze zich ook op moeten richten om dat aan te pakken. Ik wil even nog het laatste, want dat heb ik even gezegd. Heineken heeft ook in al die dingen, zeker ook de SDG's die al genoemd werden. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In hun portefeuille zitten. Dat is belangrijk. Daar moeten ze zich op de toekomst ook mee gaan richten. Ik noem het toch, omdat je er dus zelf over was begonnen. Ik wil ook weer niet al te lang bij de casus van deze bierbrouwer blijven. Maar ik zeg er toch maar even bij dat veel van wat jij hier nu noemt wordt door de auteur van het boek, Olivier van Beemen, bestreden. Die bestrijdt eigenlijk die duurzame relaties waarvan jij spreekt. Die discussie nogmaals parkeer ik even. U kunt er een heleboel over lezen als u het interessant vindt. Maar hij is op zich maar wel interessant, kern, Sophie. Want, ja, dat weet ik. Nou, want, daar wil ik naartoe. Want de kern van de discussie is volgens mij deze. Ja. En dan mag jij reageren, Bram, want ik zag je al een beetje verbijten. Ja. Heineken heeft eigenlijk gezegd in reactie op dat boek, ja, de kern lijkt wel, het kern van het argument van de auteur lijkt dat je niet actief kunt zijn in landen met een uitdagend politiek klimaat. Dat is de reactie van Heineken geweest. Ja. Daar zei Peter net ook iets over. Pragmatisch, je doet nou eenmaal andere zaken. Daar zag ik jou, Bram, wat bij verschuiven. Wat, ik wilde even Bram nog reactie vragen op. Nee, kijk, op zichzelf is Heineken natuurlijk wel het voorbeeld van wat die burgemeester bedoelt met kom maar met je autofabrieken. Ja, nou ja. He, dus dat is serieus investeren en serieus werkgelegenheid geven. Het is alleen dat precies dit beeld van, ja, in Afrika doe je dat anders. Nee, in Afrika doen we het al eeuwen anders. Namelijk, we betalen ze bijna niks en dan gaan we met grote winsten vandoor. Dus Heineken maakt natuurlijk prachtige winsten ieder jaar. En daar zijn de aandeelhouders hartstikke blij mee. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb ik nu een verhaal gemaakt over hoe 60% van de mensen die rondlopen op die brouwerij, die zijn helemaal niet in dienst van Heineken. Die komen via uitzendbureaus. En die uitzendbureaus die betalen ze €250 per maand. Nou, dat is in Nederland een slecht salaris. En dat is dus ook in Zuid-Afrika een slecht salaris. Dat is overal ter wereld een slecht salaris. Als je zo'n salaris hebt, dan moet je wel in een krot gaan wonen. Dat is de realiteit. Dus op het moment dat... Maar goed, daar kom je bij de vraag van, nou, hoeveel moet je dan alle werkers betalen? Want als je ze meer moet gaan betalen, gaan ze minder mensen in dienst nemen enzovoort. Maar dat is natuurlijk wel, dat is de bestaande praktijk. En op het moment dat je Heineken daarop aanspreekt, zegt ze, oh ja, daar gaan we eens naar kijken. En dan worden volgens mensen ontslagen.
Maar nu even terug naar Peter. Want Peter zegt dus, eigenlijk hoor ik je een beetje zeggen, op het moment dat je aan de regels houdt van het land. Ja, nee, kijk, ik wil niet zeggen, neem de regels maar voor lief. Dat is, ik ken Heineken als bedrijf redelijk goed. Ook niet alleen in Afrika, maar ook in andere delen van de wereld. Ze zijn ook partner, zag ik, hè, van jullie als organisatie. Ja, nou niet dat ik nou om daarom dit verhaal wil vertellen. Het gaat echt om een poging om de zaak te objectiveren. En dan gaat het toch om een bedrijf wat geld wil verdienen, wat de marktpositie wil bewerkstelligen. Wat dat zal gaan doen op basis van proberen dat zo laag mogelijk kosten het product naar de markt te brengen. Maar ook in algemene zin altijd zal proberen in welk land ze ook opereren om een goede corporate citizen te zijn en zich te richten aan de regels van het land zelf. Ja, dus het heeft ook met die uitzendorganisaties in Afrika wel te maken. Dat is natuurlijk een onjuiste zaak. Dat zijn ze zichzelf ook wel maar daar maakt Heineken wel zeer bewust gebruik van. Maar binnen de regels die er zijn. Hè? Ja, nee, natuurlijk. Dat is des ondernemers eigen. Ja. Ja. En dat is misschien op bepaalde punten, zoals wij ernaar kijken met onze bril, zeggen van dat is toch een wat moeizame verhaal. Ja. Maar ja, elke ondernemer kijkt naar zo laag mogelijk kosten. Om daarmee de marktpositie zo te versterken. Nog een interessant, een beetje in het verlengde van deze discussie. Navigeer ik even een beetje weg van die bierbrouwer. Ja. Wie zou het toch zijn? Is natuurlijk een interessante vraag. Vroeg ik van tevoren, heb ik jou gevraagd, wat vind jij nou als jij zegt ik wil een positief verhaal vertellen? Waar liggen die kansen? Nou, dan heb jij het bijvoorbeeld, Peter, over landen als Rwanda en Ethiopië. Ook van dat soort landen zou je natuurlijk kunnen denken. Ik denk aan dat jullie dat nog net wel zo'n beetje ook meekrijgen in al die stukjes die Branda ook over schrijft. Zijn allebei landen met een, verlicht, jij noemt het? Nou ja, verlicht dictatorschap. Ja, ja. Daar mag je best iets van vinden. Maar ja, ik denk dat zijn de landen waar de kansen liggen. Ja. Ja, kan je dat uitleggen? Kijk, Rwanda is misschien al wat verder ontwikkeld, maar laten we misschien iets het voorbeeld van Ethiopië nemen. Met een nieuw leiderschap. Van nog maar een half jaar is het nu ongeveer dat de man aan de wind bewind is. Nieuwe premier, eerste nieuwe vrouwelijke premier. President. Ja, nou allemaal goede verhalen. Althans, in de beeldvorming. En de man heeft natuurlijk uitstekend de pers mee. En hij doet allemaal dingen die waarvan denken, nou dat is dapper. En creëert daarmee toch een beeld, in het algemene zin voor het bedrijfsleven, dat daar de kansen zijn die gepakt kunnen worden. Met industrial parks. Het model vanuit zijn visie als leider, vergelijkbaar misschien een beetje met Rwanda, is wel een centraal geleide economie. Het komt allemaal uit de hoofdstad en daarvan gaan we dat allemaal uitbouwen. Ik denk dat eigenlijk voor heel veel Afrikaanse landen een model is wat het ze wel helpt door een bepaalde fase heen te komen. Om die groei ook vast te houden. Een soort stabiliteit, zoiets, hoor ik je dan eigenlijk zeggen. Dat is een voorwaarde om... Ja. Om uiteindelijk een economische groei te hebben. En natuurlijk moeten we ons heel erg bewust zijn. Daar zijn mensen de bram voor. Maar ook andere overheden en internationale organisaties. Om steeds te kijken of het inderdaad nog in de pas loopt. Of er geen echte rare dingen gebeuren. Maar om echt in zo'n land met al de problemen die er zijn intern. Met tribale tegenstellingen. Toch echt die gang naar boven te bewerkstelligen. Heb je, dat is gebleken in Rwanda en blijkt nu in Ethiopië. En misschien zal het ook in Zuid-Afrika uiteindelijk een keer op die manier gaan gebeuren. Zimbabwe, noem maar op. Liberia, allemaal landen waar dat eigenlijk toch nu zich een beetje als model gaat manifesteren. Sterk leiderschap, centraal geleide economie. Waarbij het flankerend beleid eigenlijk ruimte biedt voor het bedrijfsleven om met zekerheid te kunnen ontwikkelen. Bram is het met je eens, dus ik laat Bram nog even dat punt maken voordat ik Kiza erbij vraag. Ja, dus Ethiopië heeft net zijn 100ste airline of lijndienst geopend. Ethiopië Airlines vliegt all over the world. Dat is enorm goed. Kijk, en het probleem is een beetje van Afrika steeds als bedreiging te beschrijven. Overbevolking, migratie, terreur. Dan vergeet je bijna dat er op dit moment geen enkele oorlog is in Afrika. Ja. Zelfs in Sudan hebben ze het even bijgelegd. Cameroen is on the edge. Maar dus vergelijk dat even met 10, zeker 20 jaar geleden. De burgeroorlog, Liberia, Sierra Leone, Congo. Ja. Het gaat eigenlijk verbazingwekkend heel goed met het continent.
met jihadistische groeperingen enzovoort. Maar dat verhaal, daar hoor je veel te weinig, omdat dat wordt ondergesneeuwd. Omdat hier die politie heel de tijd in termen van bedreiging over het continent spreekt. Dus het lijkt me voor jou geen makkelijke baan. Nee, maar voor jou ook niet. Want dan kom ik weer bij de journalistiek. Hè? Oh ja, we hebben niks meer te doen. Nee, dat klopt. Dat zou je kunnen zeggen. Maar het andere is natuurlijk, maar dat is een beetje afgeleid discussie. Als jij uitlegt waarom het wat jou betreft, je zegt wel eens, ik voel een beetje de dorpsidioot die altijd maar met Afrika aankomt zetten. Maar jij zegt, het is heel belangrijk dat we daar naar kijken. Ja. En tegelijkertijd, als je uitlegt waarom, dan zeg je, ja, het gaat niet alleen over migratie, maar het gaat ook over de grote uitdagingen van deze tijd. Ja. Terreur, klimaat, ook allerlei toch weer bedreigende thema's. Nee, maar goed, dat is dus is er wel ruimte voor jou om over de kansen van Afrika te praten? Nee, maar de nature van mijn business is nog helemaal slecht nieuws. Geen goed nieuws. Van jullie vak zelfs, hè? Als journalist moet je ook natuurlijk We schrijven niet over alle vliegtuigen die in de lucht blijven hangen, alleen over die maar de vraag crashed. Is, komt dat positieve verhaal wat Peter zo graag over het voetlicht wil hebben, komt dat Dat lijkt mij heel lastig. Dus ik zou ook graag van Buitenlandse Zaken dat dilemma willen horen. Dus als je steeds in termen van bedreiging over Afrika spreekt, dan je ziet gewoon aan andere spelers, de Chinezen, de Saoedi's, de Turken. Die nu op ieder land in Afrika aan het vliegen zijn. Die enorm veel die zien het potentie voor bouwbedrijven enzovoort. Dus die kijken daar heel anders naar dan Europese bedrijven. Denk ik. Absoluut. Het is een goed moment om Kisa Magendane erbij uit te nodigen. Hij zit hier al een tijdje op de eerste rij. Ja. Goed. Ja, van mij mag je. Ik weet niet, we kunnen erover stemmen, maar volgens mij... Met de hand komt men in het ganse land. Ja. Daarom, hou hem op. Ik woon 11 jaar in Nederland en ik probeer de uitdrukkingen ook eigen te maken. Maar dus, mooi dat het mag. Ja, zeker. Hou hem op. Kisa, ik ben heel benieuwd hoe jij naar de discussie tot nu toe hebt geluisterd. Omdat jij onder andere heel vaak zegt en agendeert... Het is belangrijk om er zijn Afrika-optimisten, Afrika-pessimisten. En dat is eigenlijk... een beetje het speelveld waarin we vaak spreken. Ja. Jij wil dat graag nuanceren. Je wil daar de grijstint in aangeven. Ja, goed. Ik heb een emotionele relatie met Afrika. Omdat ik ben geboren in Congo. En ik heb de oorlog gevlucht naar Tanzania en nu in Nederland. En helaas heb ik ook een obsessie met migratie. Ik was dit jaar in Zuid-Afrika. Wat Bram net schetste over Noord-Zuid. Ik kom uit de Evenaar. Congo ligt op de Evenaar. De grootste regenwoud naar de Amazone. En ik besloot om mijn oom te gaan opzoeken. Die in Pretoria een kappenzaak heeft. 2 kappenzaken. En ik was benieuwd hoe is het hem gelukt om gewoon door hard te werken... zich op te werken naar mondiale middenklasse. Want dat is wel wat er gebeurt. Dat mensen allerlei kansen scheppen. En ik kwam uiteindelijk tot de ontdekking dat ik relatief het goed heb hier. Omdat de instituties hier heel sterk zijn. En hij daar in Zuid-Afrika het leven een beetje op drijfzand bouwt. En ik ga weer met kerst en oud en nieuw naar Italië. Om met Congolese migranten te praten. Die dus willen wat ik heb. Die Europese privilege. En dus ik kon mij totaal vinden in die obsessie met migratie. En laatst zat ik na te denken. Ik dacht, jeetje Kisa. Je mist zoveel kansen als het gaat om het continent. Als je kijkt naar Kenia bijvoorbeeld. Het is misschien een hype over technologische mogelijkheden. Maar ook veel Afrikaanse jonge mensen, leeftijdsgenoten die ik spreek. Het is natuurlijk een geprivilegieerde groep. Ik kwam de laatste... Ik vroeg mezelf wel af van, mis je niet zoveel... kansen als je alleen maar volgt wat de Europese agenda is. Ja. Je bedoelt, je mist de kansen in... Je mist de trends. En dat is het gevaar, dat was jouw vraag. Dat is het gevaar in dit gesprek. Je hebt de Afro-pessimisten die allerlei redenen hebben om Afro-pessimisten te zijn. Het is een politieke filosofie. Ik zag vandaag ook in een nieuwe literaire tijdschrift over Afrika... En Sonny Labutans heeft dat begrip geïntroduceerd. Maar daartegenover heb je Afro-optimisten, die met Black Panther, Afrofuturism. En ik vind die 2 verhalen soms overdreven. Terwijl het verhaal, Bram weet daar alles van. Het is vaak complexer dan dat. Als de Economist schrijft Africa is rising, dan betekent niet dat we met die discours moeten gaan praten. Nee, als je kijkt naar het rapport van Mo Ibrahim vorige maand. Het gaat heel goed met de economie.
Maar ja, gaat het echt naar instituties, dat was het verhaal, om werk te creëren? Komt er meer werkgelegenheid voor al die jonge Afrikanen die naar de steden trekken? Nee. Zoals Bram over sprak. Ja, ja, als we naar obsessief nationale GDP kijken, dan... Misschien heb ik een plaatje, dacht ik. Wil je dat nu laten zien? Ja, ja, dat mag. Hebben we het paraat? Moet je misschien vast even zeggen wat we gaan zien, want het is een grafiek. Dus ja, over de economische groei. Het is altijd goed om dit soort dingen in een historisch perspectief te plaatsen. Ik weet niet zeker, Sophie, hebben we dat plaatje? Er wordt denk ik nu gezocht. Oh, kijk. Misschien moet jij het gewoon even volpraten en even introduceren. Ja. Wat gaan we zien? Want, goed, er zijn verschillende economische regels. Je moet 7% economisch groei hebben als je zelf over democratie wil hebben. Ik ben opgeleid tot politicoloog. Als je verkiezingen zin hebben, moet je dat gaan halen. Hetzelfde als met Afrikaanse landen zoals Congo. Ja, je kan niet met 3% economische groei zeggen dat je sterke instituties gaat hebben. En Zeker niet bij de demografische groei natuurlijk. Ja, precies. En wat we hier zien is een enorme fluctuatie. In de jaren 80 natuurlijk met die Structure Adjustment Plan, maar ook die enorme afhankelijkheid aan grondstof van landen als Nigeria en Angola. Je moet misschien, omdat we toch nog even wachten op de slide, even vertellen wat dat Structure Adjustment Plan is. Komt die eraan, denken jullie? Ja, kijk, misschien terug naar het eerste plaatje, dan zie je die fluctuatie. En dit hieronder zie je Afrika, als het gaat om capital per income, dus afgerekend naar de bevolking. Ja, dan zie je dat, vergeleken met de mondiale trend, blijven Afrikanen steeds armer. Er zijn Afrikaanse landen, zoals Congo, die gewoon achteruit zijn gegaan sinds de jaren 60. Dus daarom moet je die optimistische verhalen nuanceren. En toch echt kijken naar instituties die... misschien het vorige plaatje kon je dan die enorme economische fluctuatie zien. Ik denk dat we gewoon, terwijl wij verder praten, wachten op het bewuste plaatje met de fluctuatie. En dat was het eerste verhaal over, dus het moet duurzaam zijn en het moet inclusief zijn als we het hebben over economische groei. Als het zin moet hebben voor het continent zelf. Maar ik wil eventjes nog, Bram, voordat jij reageert, nog even jouw lijn, jouw gedachtenlijn volgen kiezen. Want je zei, ik begrijp de obsessie met migratie. Je zegt ook, ik heb contact met veel mensen die poging wagen. Mm-hmm. Ik vond het interessant wat je schreef. Je zei, niet alleen voor Europese leiders zijn die jongeren, die Afrikaanse jongeren die willen migreren, een pain in the ass, schreef je in NRC. Mm. Maar ook voor de Afrikaanse leiders. Ja. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, dat was naar aanleiding van de top in Abidjan waar Bram was. Investeren in de jongeren, en dat was de ironie. Want alles wat ze deden was zo'n beetje om de jongeren aan te pakken. Ja. En het zijn vooral landen als Niger die daar beter van zijn geworden. En Europese leiders. En deze jongeren, mijn sterke overtuiging, ik ben misschien wat heel scherp daarin. Ik denk dat deze jonge mensen het compromis, zoals we hem hebben, het Westfalen gedachte van een nazistaat en hele stevige grenzen, niet meer accepteren. Toen bijvoorbeeld in Berlijn, eind van de 19e eeuw, die stevige grenzen werden gemaakt en besloten dat 500 stammen in Congo één land vormen. Mijn voorouders waren daar niet bij. En toen in Westfalen dat idee in de 17e eeuw door Europeanen is bepaald dat we landen langs de stadsgrenzen gaan organiseren. Mijn voorouders waren daar niet bij. En ik denk dat deze jonge migranten dat compromis niet accepteren. Ze groeien op in een wereld waar de communicatie gewoon... Ja, je ziet wat zich aan de andere kant is. Dat het gras een stukje groener is. En ik denk dat ze... Ja, Bram documenteert dat heel mooi en andere journalisten. Wat je ook doet, gaan ze toch niet stoppen. Dus ze willen zelf... Zij laten zich niet beperken, geografisch opleggen dat zij hun welvaart in hun eigen natiestaat moeten zoeken. Exact. Zoals dat en daarom zijn ze een pen in de as voor de Europese leiders. Maar ze zijn ook pen in de as voor de Afrikaanse leiders. Want ze willen gewoon inspraak in een land als Rwanda en Ethiopië. Ja, als je inspraak wil en... Nou ja, dat dan is natuurlijk ben je een lastige persoon. Hè? Zeker, en dat is natuurlijk waar jij op wijst. Je zegt... uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je daar instituties optuigt die sterk genoeg zijn om de regering te controleren, om een functionerende democratie te hebben. Absoluut. En je zegt ook, sorry, nog eventjes dat punt afmaken, want dan snappen we jouw gedachtenlijn, Kiza. Mm-hmm.
dat is dus iets wat zo desastreus is van hoe wij naar Afrika kijken. Zolang we blijven denken in bedreiging, in zielig, in ellende, moet er hulp naartoe, gaat er ontwikkelingshulp naartoe. Terwijl dat terecht komt, die hulp komt terecht bij die Afrikaanse leiders die niet op die manier een incentive hebben om de kritische massa. Dat is de realiteit. Ik generaliseer nu, we zouden generaliseren vanavond. Helaas hebben wij politieke leiders, zelfs in een land als Zuid-Afrika, die niets te maken hebben met de realiteit van de burger. Dus je moet sterke instituties hebben waar deze mensen ter verantwoording geroepen worden. Dus ik had het over de structural adjustment programma's in de jaren 80. Fijn dat je die nog even terughaalt. Het is een afhankelijkheidsrelatie tussen Europa en Afrika. Dat Afrikaanse landen vaker moeten knikken. Ja, meester. Ook in deze gesprekken over migratie zien we dat. Er worden mooie woorden gebruikt, ook door Juncker bij de laatste States of the Union. Maar het komt op neer. Wij zeggen dit en jij luistert. Wij geven je ontwikkelingshulp. Een Marshallplan voor Afrika. Heel dat mooi. Merkel heeft gelanceerd. Maar het komt op neer van, wij geven jou een paar 100 miljoen en jij luistert naar wat wij zeggen. Dus en iedere politicoloog, econoom of beetje mensen die wij trainen op onze universiteiten weten dat je gewoon stevige instituties moet hebben die belastingafwijking, ontwijking controleren. Op het Zuid-As heb je een paar 100 miljoen euro van Isabella de Santos. De allerrijkste vrouw van Afrika, geloof ik. Dochter van een voormalige dictator. Via brievenbusfirma in Amsterdam. In Amsterdam. En nu door de nieuwe president gelukkig wordt aangepakt. Maar dat zijn dus praktijken die plaatsvinden. En dat kan alleen maar omdat je geen stevig en goede bestuur. Dat is onder andere de gevolgen daarvan. Dus ik wil eventjes, Peter, je wil reageren. Ja, graag. Ik hoor allemaal goede dingen, helemaal de juiste dingen. Maar niet echt veel van nieuwe dingen, met alle respect. Waar ik wel even benieuwd naar ben, is hoe zie je nou dan toch eigenlijk wel die private sectorontwikkeling van met name het midden- en kleinbedrijf in Afrika? Laat me even over je eigen land hebben, over Congo of de landen daaromheen, of zeg maar Oost-Afrika. Wat gebeurt er eigenlijk dan als je het hebt over, we moeten de jongelui daar stimuleren en hun plek geven? Die kapperszaak van jouw oom, die twee kapperszaken van je oom, dat is toch ook een kans die wel gegrepen is? Hij moest wel naar Zuid-Afrika. Nou ja, maar waarom zou dat niet in andere landen ook kunnen? Nee, het kan, maar dat die. Je hebt het over instituties die worden opgebouwd. Die instituties hebben toch een belangrijk doel om dat mogelijk te maken. Hè? Dat flankerende beleid, zoals wij het noemen, juist erop te richten dat het private sector de kansen krijgt. Ja, ik vind Congo voorbeeld heel mooi, omdat we hadden een akkefietje vorig jaar met Sigrid Kaag, UBAS, over Congo. Want zij wilde een humanitaire. Geld inzamelen voor Congo. Ja. En in de berichtgeving en ook voor de krant waar ik voor schrijf, kreeg Kaag een mooi portret. Maar de framing was dat de Congolezen niet wilden meewerken aan hun eigen donoractie. Maar dat was belachelijk. Althans, ik spreek ook mensen. Het kwam op neer dat wij zijn verslaafd aan een humanitaire verhaal. De Congolese overheid was helemaal niet geïnteresseerd in dit programma, omdat ze willen dat investeerders naar het land komen. Ik ben geen fan van dit regime, maar op dit punt was ik het wel een voorstander van. Want dit was de enige manier. En Nederland is voorzitter nu van de Veiligheidsraad. En het was een manier om voor UNICEF en UNHCR wat geld in te zamelen. Er was geld tekort. Dus je ziet dat constant, wanneer deze landen het beste doen. Linda had een mooi portret over wat die Afrikaanse leiders constant zeggen. Wij willen zelf aan de knop draaien. En helaas moeten zij vaak het agenda dat in Brussel en Den Haag in dit geval is vastgesteld, volgen. Congo is geen overheid. We hebben een leger van de VN. Je kan geen land bouwen als je niet eens een stevige staat hebt. En u zei, het is een verhaal dat bekend is. Ja, maar dat is logisch. Alle clichés. Er is een reden waarom ze een cliché zijn. Nee, en ze moeten ook genoemd worden, daar ben ik het met je eens. En het probleem is. En het is mijn werk trouwens, ik hoef geen oplossingen te bieden. Nee. Heineken moet geld verdienen, maar ik moet kritisch bevragen wat zij doen. En ik heb het niet alleen over Heineken, we hebben het ook over het binnen- en kleinbedrijf. En we hebben het over investeringen, maar we hebben het ook over handel. Ja. De handel met Afrikaanse bedrijven en Europa kan ook op allerlei manieren gestimuleerd. Het heeft niks met migratie te maken. Ja. Het is gewoon alleen maar.
het mogelijk maken dat de producten uit Afrika, die er een grote behoefte aan is, dat die kwaliteit verbetert. Ja. Dat we betere producten hier naar Europa kunnen. Wat een interessante casus vond in dit. Kort hierop ingaan. Ja. Ja. Wacht even jongens, want ik wil wel namelijk met oog op de tijd. Kaag is net gevallen, er wordt veel gezegd over buitenlands beleid. Dit is een belangrijk verhaal. Ik ben nu een enorme, ik ben aan afhaken alles. Ja. Wat ben je aan het afhaken? Sorry, ik ben alles aan soort van, ik ben heel kritisch, besef ik. Ja. Maar ja goed, uw werk is superbelangrijk. En nogmaals, ik betrap mij erop dat ik ben gevreemd door Nederland. Ik kijk ook vooral naar bedreigingen. En vaker word ik uitgenodigd in zalen om praatjes te houden. En mensen zijn geïnteresseerd. Ja, Kiza, heb je dan een oplossing? Ik zeg, ja, sorry, dat is niet mijn werk. Nee. Ik ben niet geïnteresseerd om jou een soort van 10 dingen die je kan doen om Afrika te helpen. Ik ben geïnteresseerd in kritiek. En het is heel goed dat mensen zoals u geld proberen te verdienen in Afrika, want dat is niet nodig. Het gaat niet om geld verdienen, het gaat natuurlijk ook om een bepaalde ontwikkeling die je gemeenschappelijk wilt ondersteunen. Mm-hmm. En die zal toch van belang te maken met het verstevigen van handelsrelaties en daaruit voortvloeiende ook investeringsrelaties. Ja, ik wil daar toch, nu wil ik eventjes alle doorhoud erbij op het podium vragen, want er is al veel gezegd over buitenlandse zaken. Dus ik vind het ook goed dat jij de gelegenheid hebt daar wat op terug te zeggen. Bram, je zit op een punt nog, dus maak dat. Zo'n interessante casus was toen Rwanda Arsenal ging sponsoren voor dat bedrag van 30 miljoen. Precies. Dat hier de hele Tweede Kamer op zijn kop stond. Want hoe durven ze? Want we geven ze ontwikkelingsgeld. Ja. En toen ging je naar Rwanda, toen ging je naar de Nederlandse ambassade en zeg maar, hoeveel ontwikkelingsgeld geven wij dan? En toen kwamen ze met dit en dat. Dat bleek dus al het geld dat er tegenwoordig trade not aid. Dus dat gaat naar DSM, dat gaat naar Heineken. Dat ging al het geld dat we daar uitgeven, gaat gewoon naar Nederlandse bedrijven. Dus er is niet één project meer in Rwanda dat puur ouderwetse ontwikkelingshulp. En dan in alle talen zwijgen over het opsluiten van oppositieleden. Ja, hè? Dat ook. Maar dus waarom worden we nou ineens zo boos als een Afrikaans land iets gaat doen wat de Emirates en de Russen allemaal en mijzelf ook al jaren doen. Dus dat lijkt me een goed punt om in het gesprek om even naar alle doorhoud te gaan. Alle, je hebt geluisterd. Je hebt een heleboel voorbij horen komen. Ik wil je even de gelegenheid geven om op wat je voorbij hebt horen komen te reageren. Ja, nou, er is zoveel voorbij gekomen dat... Ik kan je helpen, maar ik dacht, met het oog op de kop. Nee, dankjewel. Er zijn 3 korte opmerkingen die ik zou willen maken. 1, er is gesproken over Afrika pessimisten en Afrika optimisten. Ik hoop dat we allemaal de zaal uitgaan vanavond als Afrika realisten. Want het is allebei waar. Er zijn kansen en er zijn grote problemen. En de tweede opmerking die ik... En grote kansen en grote problemen. De tweede opmerking die ik zou willen maken is... Afrika is hartstikke divers. He, dus, dat wisten we van tevoren. Ja, dat wisten we van tevoren, maar er wordt wel heel erg gegeneraliseerd, vind ik. He, dus als je het hebt over we zijn Afrika optimist, ja, dan gaat het er helemaal om. Waar heb je het dan over? Want sommige landen, daar heb je heel veel reden om optimistisch over te zijn. En sommige landen heb je heel veel reden om pessimistisch over te zijn. Dus het is belangrijk, ik werd een keer gevraagd van wat is het Afrika-beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken? En het antwoord is, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen Afrika-beleid, omdat Afrika te divers is. Ja. De laatste opmerking die ik zou willen maken, even terug naar wat er eerder gezegd werd over geld wat naar Afrikaanse leiders ging. Ik kan iedereen geruststellen, er gaat geen Nederlands belastinggeld naar Afrikaanse leiders. Dat lijkt me een voorstatement. Nee, oké, nou goed, maar er gaat toch geld van Brussel naar de regering van Niger? Wat bedoel je nou? Geld van Brussel? Ja. Oké, okay, nee, nou, ik heb het even over Nederlands belastinggeld, wat er uit de Nederlandse begroting komt. Maar goed, Nederland geeft belasting aan Brussel. Hoor. Pak ik nog even een ander punt eruit. Het punt wat Bram maakt, die zegt er is een onevenredige aandacht voor migratie. Het Nederlandse beleid in de Sahel bijvoorbeeld is ook toch met name symbolisch. Er gebeurt eigenlijk al zoveel. De vraag is natuurlijk, hoe kijk jij naar die kritiek? En vraag aan Bram van mij zou zijn, wat zou Nederland wat jou betreft wel moeten doen? Advies aan alle doorhoud. Maar begin even bij alle. Nou, ik heb in mijn inleiding al gezegd dat migratie onderdeel is van een brede agenda. En dat is het ook. Dat het hier wat vaker in de krant staat dan de andere onderwerpen. Ja, dat wil ik Bram ook niet kwalijk nemen. Want Bram die schrijft ook maar wat de lezers van hem vragen. Of wat de eindredactie toestaat. Migratie is onderdeel van een brede agenda. Het kan ook alleen onderdeel zijn van een brede agenda. Het is natuurlijk wel zo, als je kijkt naar wat je op de korte termijn wil en kan doen en wat je op de lange termijn wil en kan doen, dat er
In de politiek en daarom ook in de media vaak aandacht is voor datgene wat je in de korte termijn doet. En daar staat migratie meer in de picture dan de andere onderwerpen. Maar even dat precieze punt van die ambassades, want dat noemt Bram als voorbeeld. Hij zegt eigenlijk is er zo weinig daar aan aantallen aan de hand. Waarom Burkina Faso doen eigenlijk? Dat, waarom worden daar posten geopend? Die vraag leg ik nog even bij jou terug. Het kabinet heeft de Sahel als een van de focusregio's benoemd. Hè. Er zijn drie regio's waar ze extra aandacht aan willen besteden. Omdat daar onevenredig veel problemen zijn die ook zijn weerslag hebben op Europa. De Sahel is daar één van. Nederland probeert daar met andere Europese lidstaten en de Europese Unie een regionale benadering te steunen. Dat doen we op dit moment vanuit Bamako. Daar zit een grote ambassade, daar ben je ook geweest. Hè. We hebben ook op die regio regionaal beleid. We ondersteunen ook de Allianz Sahel. Dat is zeg maar het samenwerkingsverband van een aantal grote donoren. Wat grensoverschrijdende problematiek probeert aan te pakken. En voor je informatiepositie is het belangrijk om in de landen waar het dan over gaat. En dat zijn Tjaad, Niger, Burkina Faso, Mali Niger, ja. Is het belangrijk om daar een vertegenwoordiging te hebben. Maar wat ga je dan? Nee, dat is nog geen antwoord. Oh ja, nou, wat gaat hij dan daar dan precies doen? Nou, wat wij gaan doen in Burkina Faso is het openen van een ambassadekantoor. Mm-hmm. Daar gaan in de loop van volgend jaar 3 mensen werken. Die houden zich bezig met de informatiepositie. Hè. Dus wij willen graag in contact zijn met de Burkina-regering over wat zij doen aan regionale grensoverschrijdende problematiek. De politie. Dat vertel alle migranten die. Politici. De migranten die door Burkina Faso reizen, hebben mij allemaal hetzelfde verhaal verteld. Dat ze in Burkina Faso door de politie daar structureel worden afgeperst, in elkaar geslagen, in de gevangenis gegooid als ze niet kunnen betalen. Dus wat gaat Nederland daaraan toevoegen? Aan die spiraal van geweld die al in Burkina Faso plaatsvindt tegen migranten, die dus toch, ondanks dat alles, gewoon doorrijden. Wat gaat Nederland meeslaan of wat gaan we doen? Nou, Nederland gaat niet meeslaan. Wat Nederland nu al doet is in een G5-verband veel aandacht en ook een substantieel geldbedrag stoppen in het opleiden van de mensen die de grenzen bewaken. Vooral waar het gaat om mensenrechten, mensenrechtencomponent. Dus wij zijn ons heel erg bewust van wat daar gebeurt. En we vinden ook de relatie tussen de geuniformeerde macht en de mensen die daar over de grenzen gaan. Die is heel erg moeizaam, ook de mensen die bij die grenzen wonen. Want die zijn niet gewend om zeg maar daar op een normale manier mee om te gaan. Even, we gaan de mensenrechten daar bewaken dan. Jij vraagt, wat gaan we daar doen? Maar ja. Dat ambassadekantoor, en dat is een misvatting die geloof ik bestaat, dat het ambassadekantoor wordt opgericht om alleen maar iets met migratie te doen. Maar dat is niet zo. Het ambassadekantoor dat heeft een rol in de informatievoorziening. Het heeft een rol om te kijken hoe we Burkina Faso kunnen steunen in een brede ontwikkelingsagenda. En dat heeft ook aandacht voor het creëren van banen, voor de positie van vrouwen en meisjes en onderwijs. En het heeft inderdaad ook iets te maken met de regionale problematiek en het regionaal beleid wat er vanuit die G5 en die Allianz Sahel gevoerd wordt. En dat ondersteunen wij. Dus alle is breder dan alleen migratie. Hier, ik ga even het ambassadepunt ga ik even daarmee parkeren. Want ik wil even naar de zaal. Jullie hebben al heel lang geluisterd. Dus ik kan me voorstellen dat er prangende vragen zijn die jullie willen stellen naar aanleiding van de discussie. Stel me niet teleur, want ik heb net een discussie tussen BZ en Bram Vermeulen onderbroken. Dus ik zou zeggen. Ja, die is nog niet af hoor. Nee, dat vreesde ik al. Ja, hier, zeg even kort wie je bent en je vraag beknopt. Donald, ik heb nog 2 landen niet gehoord hierin. Het gaat vaak over de relatie Afrika en Europa. Hoe zit het met China? En volgens mij heeft Donald Trump niet zo heel veel wat hij doet met Afrika. Dus wat gaat daar gebeuren? Ja, misschien ga ik je vraag even verbreden, want het is wel even aangestipt. China, maar ook Turkije bijvoorbeeld, zijn nu, Bram schrijft dat vandaag ook in zijn stuk, enorm hard bezig natuurlijk in Afrika. En de grote vraag is natuurlijk, jij suggereert Bram, dat gaat nog meer leiden tot nog meer ongelijkheid. De grote vraag is, hoe verhouden we ons daartoe? Hè? Ik denk dat we... Ja, wat doet China? Je wil concreet weten, wat doet China? Maar misschien kunnen we het een beetje verbreden naar... Die grootmachten die daar nu... Het is heel interessant, want China is natuurlijk een... nogmaals, we kijken steeds vanuit Europa, maar China is een enorm groot speler geworden. En dus heel veel Afrikanen, ook Congolezen, migreren op grote schaal naar China. En waarom dat zo interessant is, omdat daar ineens de koloniale verhouding ineens geen rol meer speelt. Dus hè, Afrikanen gaan naar China, kijken naar China, komen terug. Vaak zijn vaak veel beter af beginnen in
Ik heb het zelf gezien in Zambia, grote bedrijven. Dus China is gewoon een extra factor daarbij gekomen. In de westerse pers heeft de Chinese bemoeienis met Afrika vaak een hele negatieve connotatie. Omdat dan wordt gezegd, ja, ze brengen gevangenen en ze buiten mensen uit. Nou, ze doen precies hetzelfde als eigenlijk wat Europeanen al eeuwenlang doen daar. Ze doen gewoon een kopie van en leggen wegen aan. Wat ik altijd heel interessant aan heb gevonden, is dat de Chinezen niet kijken naar de winst van volgend jaar. Maar dat die eerst beginnen met het aanleggen van infrastructuur, treinsporen, wegen, vliegvelden, zie je overal nu. En waardoor, en ze kijken dan naar hoe gaat het er over 30 jaar uitzien. Dus ze bouwen een hele structurele relatie vaak met Afrikaanse regeringen op. Waardoor die regeringspartijen weer verkiezingen gaan winnen. Want die zeggen, kijk, we hebben nou vliegvelden, we hebben sporen, nou hartstikke mooi geregeld. En vervolgens kunnen ze blijven als het oliedrillen begint. Zo doen ze dat. Dus het is een interessante toevoeging aan de investeerders in Afrika. En inmiddels niet meer de enige, want er zijn vele andere spelers nu in de markt. Ja, en over kansen en bedreiging gesproken, want er was laatst de China-Afrika top, waar de Chinese overheid weer extra miljarden, 80 miljard geloof ik, erop dollar ging. 60 wordt hier gesuggereerd. 60, oké. Geïnvesteerd. Ja, en de kritiek hier in de westerse pers was inderdaad dat de methode van China niet helemaal deugde. Zelfs de Britse premier ging naar Afrika tegelijkertijd. Ja, een beetje wanhopig door Brexit moet zij een beetje naar het zuiden kijken. Ja. Maar het is wel interessant voor Afrikaanse leiders. Hè? Dus president van de Afrikaanse Unie, Paul Kagame, die dus zei van ja, wij zijn volwassen genoeg om te bepalen hoe wij zaken doen, met wie dan ook. Dus het is interessant om en ook een alternatief te hebben. Maar je ziet ook, als het gaat over, daar hebben we weinig over vanavond. Hè? Ja, democratie, vrijheid van meningsuiting. Ja, het was een akkafietje laatste. Ik volg veel akkafietjes. Een Keniaanse rechtsgeleerde die dus naar Zambia was. PLO Lumumba, een hele bekende man. Maar hij mocht niet. Hij moest terug naar Kenia. Omdat een China-kritisch lezing ging houden. Ja. En dat soort dingen gebeuren ook. Dus het is ook niet zo. Het is ook van beide kanten. Ik ga nog even twee vragen uit de zaal. Ja, reactie alle. En dan heb ik hier één vraag, twee vragen. Zijn er nog meer mensen? Ja, dan kom ik zo naar jou. Oké, alle. Ja, heel kort even. Kijk, het is ook wel belangrijk om er toch nog een kritische noot bij te plaatsen. Afrika is een hele belangrijke speler. En daar valt veel over te zeggen wat ze doen op het gebied van infrastructuur. Een deel daarvan is ook heel erg ingericht op het uitvoeren van producten die China graag wil kopen. Maar de Chinese regering verstrekt ook veel leningen. En voor veel Afrikaanse landen is die lening een molensteen om de nek. Ja. Dus dat moeten we er wel even bij bedenken. Wat Bram zegt is helemaal waar. Het zijn niet alleen de Chinezen. De Turken zijn ongelooflijk actief. Turkish Airlines vliegt ongeveer op elk Afrikaans land. De bemoeienis vanuit de Golf, de Emiraten, is heel erg groot. Rusland is weer terug op het toneel. Eigenlijk bevestigt dat alleen maar dat er grote kansen liggen in Afrika. Want anders zouden die landen daar allemaal niet zo massaal instappen. Maar mag ik u dan eens vragen, vindt u dat dan geen probleem? Dat aan de ene zijde dat de beeldvorming hier steeds in termen van bedreiging, overbevolking, migratie, terreur. Aan de andere kant probeert u dus ook het verhaal te verkopen dat er kansen liggen in Afrika. Maar dat is toch een enorme tegenstelling? Nee, ik vind dat helemaal geen tegenstelling. Dat is wat ik dan maar het Afrika-realisme noem. Want het is er allebei. Je moet jezelf niet voor de gek houden. Het zijn niet alleen maar kansen. Het is voor een bedrijf, en Peter zal dat bevestigen, voor een gemiddeld Nederlands MKB-bedrijf is het niet zo makkelijk om in Afrika iets te doen als in Duitsland. Het is gewoon anders, het is een andere manier van ondernemen. Maar de Nederlandse ondernemers, waar een hele hoop, en ik kom ze overal in Afrika tegen, doorzettende types tussen zitten, die slagen er toch vaak in om voet aan de grond te krijgen. En daar heb ik heel veel bewondering voor. En dat gaat dan alleen over ondernemen. En we hebben het niet gehad over problemen op het gebied van gezondheid en et cetera. En loop alle SDG's maar na. Want die zijn allemaal nog steeds voor een groot deel van toepassing op Afrika. Maar je moet realistisch zijn. En wij schrijven er ook over. En dat vinden wij ook. Afrika biedt veel kansen. Daar kunnen we ook veel mee. Dat instrumentarium waar we het over hebben gehad. Hè, bedrijfsleven instrumentarium. Dat is speciaal door de Nederlandse overheid ingesteld. Om bedrijven te stimuleren om naar Afrika te gaan. Dus wij zien er ook die kansen. En we willen ook graag dat er gebruik van wordt gemaakt. Okay, hier, ik leg de discussie. Nee, ik ga hem even stilleggen. Want ik wil het publiek even de gelegenheid geven. Okay. Hier, vraag. Prangende vraag. Ja,
Inderdaad, Afrika, aansluitend op wat Alle net heeft gezegd, gemiddelde leeftijd 19,4 op dit moment. 2034, de grootste workforce on earth. Tegelijkertijd heb je het erover, Bram, dat er zoveel negatieve opinie is over Afrika. Maar als ik op jouw Twitter kijk, dan zie ik in jouw 26.000 volgers dat je afgelopen 100 berichten nog geen één positief bericht is over Afrika. Is de publieke opinie niet ook gevormd, mede dankzij jou en jouw volgers als verslaggever? En kunnen we ook niet meer aandacht geven aan de positieve verhalen? Ik kom in verschillende Afrikaanse landen en ik wil juist die positieve verhalen continu naar buiten brengen. Wat doe jij eraan? Ja. Kijk op de Facebookpagina van Directie Afrika van Buitenlandse Zaken. Allemaal positief. Ja. Bram Vermeulen, korte reactie. Ik ben het heel met je eens. Het is precies ook het dilemma waar ik over heb geschreven in de krant vandaag. Dat zelfs als je kritisch bericht over wat Europa uitvoert in Afrika, dat je dan nog meedoet aan het beeld, aan de negatieve beeldvorming. Omdat je dan toch weer diezelfde jongens in beeld brengt die allemaal zeggen dat ze naar Europa wilden, maar dat is dan mislukt. Dus zelfs de relativering die je daarin aanbrengt, doet toch weer mee aan een soort negatieve beeldvorming. Dus het stuk wat ik vandaag schreef is van, moet ik daar ook niet überhaupt helemaal mee ophouden met schrijven over... Kan het anders? De vraag is, kan het anders? Kan het positief zijn? Ja. Nou ja, kijk, het is, we hebben vaker discussies gehad, bijvoorbeeld met Ralph Baudelier, die zegt we moeten meer aandacht voor de positieve ontwikkelingen uit Afrika. Bijvoorbeeld het vallen van de kindersterfte, de moedersterfte en dat soort dingen. Ik zie zelf niet zozeer dat je als journalist als doelstelling moet hebben om positief nieuws te gaan melden. Want dan zou je heel veel belangrijke dingen die ook genoemd en beschreven moeten worden, laten liggen. He, dus het is niet een doelstelling. Maar het is waar, nieuws is van nature negatief. En wat dat betreft is mijn baan anders dan de uwe of de uwe. Dat is waar. En dat is ook problematisch. Maar bijvoorbeeld de documentaires die we maken, proberen we juist van het negatieve nieuws juist terug te vallen, het juiste verhaal te vertellen van muzikanten. We hebben nu in Soedan hebben we de allereerste actrice van Soedan gevonden, teruggebracht naar een bioscoop die al 30 jaar gesloten is. Enorm krachtige persoonlijkheden juist in zo'n soort programma naar voren te brengen, die juist in het nieuws van de NOS of de NRC nooit aan bod komen. Kijk die serie, zou ik zeggen. Even kijken. Nog een vraag uit de zaal. Ja, ik heb een vraag over een onderwerp wat eigenlijk nog niet aan de orde is geweest. Dat gaat eigenlijk over tariefmuren. Oh jee, weet je zeker dat we deze... Ja? Ik wil even een illustratie geven. 8 jaar geleden stond ik in een slecht verlicht zaaltje in Nairobi. Dat was tijdens het WK voetbal. En toen raakte ik aan de praat met een boomlange Nederlandse cowboy uit het Westland. Die was naar Kenia getrokken en die was daar zeer succesvol als tuinbonen en sperziebonen teler geworden. Hij had net een hele hangar aan Kenyatta International Airport vastgebouwd en vloog elke dag 3 vliegtuigen naar de Albert Heijn. Ik hang aan je lippen, maar ga even naar die tariefmuur. Punt toe dat die man, dat was een Nederlandse man, die was daar heel succesvol en die kon met gemak met bepaalde kwaliteit garanderen en misschien nog wel living wage voor de mensen daar. Maar kunnen ook op een gegeven moment Afrikaanse boeren die zich wel of niet goed organiseren, kunnen die ook met inzet van Europese welwillende leiders uiteindelijk ook importeren naar de Europese Unie? Hè? Want ja, vraag is denk ik helder. Ik vind het knap dat je de vraag hebt gesteld zonder die hele tariefmuur überhaupt nog te noemen. Wie gaat hem antwoorden? Ja, ik wil er wat over zeggen. Ja, Peter. Ja, een heel goed voorbeeld hoe het zich ontwikkeld heeft vanuit Nederlands perspectief. Wij zijn heel erg sterk in de agrarische sector. Dus het is ook vanzelfsprekend dat daar die boomlange Nederlandse Westlanders naartoe gaan om daar een bedrijf te bouwen. En daar zijn ze ook succesvol in. Ik wil even aanhaken bij wat Alan net aangaf als programma, het overheidsprogramma om met name in Mali en Burkina Faso en Niger de private sector te ontwikkelen. Dat gebeurt ook met Nederlandse bedrijven. En NRBC heeft daar een rol in gespeeld en speelt daar nog een rol in, ook de komende jaren. Om met name die lokale initiatieven van die tuinbomenkwekers of mangokwekers in die streek, om die met Nederlandse kennis, met Nederlandse handelspartners in contact te brengen en die deskundigheid zodanig op het peil te brengen dat ze ook inderdaad die producten goed kunnen exporteren naar Europa. Daar is behoefte aan. Bij Albert Heijn, bij welke andere partijen ook in Europa.
Dus dat is zeker een beweging die al zich al aan het ontwikkelen is. We hebben vorig jaar, afgelopen zomer, hebben we 150 bedrijven uit Mali en Niger, Burkina Faso in Nederland gehad voor een week. Hebben ze langs allerlei Nederlandse partners geleid en in contact gebracht om daar kennis mee te maken en daar handelsrelaties mee op te bouwen. Dus het gaat al op die manier, ontwikkelt zich al. Even één kanttekening, ook weer eventjes de realiteit die we ons ogen moeten zien. Van alle export die van Zuid-Afrikaanse bedrijven, agrarische export, uit Afrikaanse bedrijven naar Europa komt, wordt 40% bij de grens afgekeurd. Voldoet niet aan de normen die wij stellen voor onze glimmende appels en glimmende peren in de supermarkt. En dan, Peter, even benieuwd, wat gebeurt er dan? Dat het wordt vernietigd, ja. Okay, yeah. Verdwijnt gewoon. Dus al de kwaliteit, de voedingswaarde is natuurlijk goed. Hè? Er markeert niks aan het fruit en aan die vrucht en aan die groenten. Maar onze normen, hoe dat eruit moet zien en hoe het verpakt moet zijn, de kwaliteit daarvan voldoet niet aan onze normen. Dus 40% wordt vernietigd. Ik voel de volgende avond aankomen over Afrika, food waste, tariefmuren. Daar gaan we later wellicht nog op door. Laatste vraag uit de zaal, want het is bijna 9:45, dus ik wil jullie ook de zaterdagavond gunnen. Ja, stel hem. Dank je. Ja, het is wel grappig, want dat is wel een beetje in de lijn van de vraag die net is gesteld. Dus het hangt dan misschien in de lucht. Maar ik dacht dat Peter ook net iets zei over dat de connotatie van dat het neocolonialisme er niet meer echt... lekker voor staat. Dat we die dat we daar niet per se over na hoeven te denken in deze context. En ik vind het grappig dat er ook dat het nauwelijks expliciet aan bod komt. Wel verfrissend enigszins, maar ik krijg het toch niet uit mijn hoofd. Mijn ervaring is best beperkt, want ik heb een lijn. Ik heb gefietst vorig jaar een jaar van Kaapstad naar Dar es Salaam. Dus dat is één lijn geweest. Maar af en toe zag ik daar Westerse ondernemers of Zuid-Afrikanen, wat als het Afrikaners zijn op hetzelfde neerkomt bijna. En ik kon enige walging na een tijdje, of in ieder geval vervreemding van wat ben je hier aan het doen, kon ik heel vaak niet onderdrukken. Je moet even naar de vraag toe, als je wil. Ja, het is wel een heel spannend verhaal, maar het is ook 9:45. Nou, hoe kun je als een bedrijf, ik heb het ook aan die directrice van, of die vrouw van Shell gevraagd, hoe kun je als zo'n groot bedrijf nou je eigen invloed en je overzien wat je aan het doen bent? En hoe kun je niet bang zijn dat we het nu... Ja, dat we ooit in een soort één groot Europa zitten met z'n allen, wat je ook niet wil, weet je? Ik weet nog niet of ik de vraag helemaal begrijp. Misschien kan iemand uit het panel een element uit de vraag beantwoorden. Ik vind het wel fijn dat je in de laatste vraag Shell nog even de avond in hebt gegeven. Misschien kan Peter hem... Peter kan het heel goed, denk ik. Maar ik wilde ook in samenhang met wat naar voren is gezegd. Het is natuurlijk zo dat bedrijven... Het eerste doel is om geld te verdienen. Dus ik zou niet met de wagingen daarnaar kijken. Dus graag kom zaken doen. Maar het is wel zo dat men spreekt nu over New Scramble for Africa. Want het gebeurt gewoon, landgrabbing. Mensen die uit een land, cultureel gezien heel belangrijk, waar ze generaties aan wonen, soms moeten verlaten van een bedrijf. We spraken net positief voor het landbouwgrond, maar gevolgen van klimaatverandering. Voor het continent. Dus het is heel belangrijk om deze kanttekening te plaatsen, vooral voor de Afro-optimist. Ik begrijp de Afro-optimist. Nee, ja, als het echt is dat Scramble for Africa is, en dat vind ik ook moeilijk. Ik lees dingen en vanuit Nederland, en Bram zit vaak op het continent. Ja, het zijn niet echt hele leuke dingen die ik lees. Oké, heren, het is 9:15. Ik wil jullie allemaal gelegenheid geven voor één afsluitende zin. Maak daar iets stichtelijks van wellicht, want het is ook de boodschap waarmee je iedereen de zaal uitstuurt. We gaan het rijtje af, Peter, en dan eindig ik bij alle doorhoud en dan heeft hij het laatste woord. Peter. Confidence in African business. Dat was een korte zin. Ja? Confidence in Africa. Ja, ik heb hem verhoord. Heel goed. Nog een keer. De Afrika-optimist. Peter de Ruiter. Hartelijk dank. Bram. Bram Vermeulen. Staat hem ergens op een poster of zo? Briljant. Bram. Wat is jouw stichtelijke laatste Wat minder het woord bedreiging gebruiken. En positiever op een Twitter feedline. Ik ga er even naar kijken. Oké, we gaan je volgen.
Er is onderzoek gedaan. Kiza. Ik begon met het nieuwe blad, Terras, dat over Afrikaanse literatuur ging. En ik ga ook met literatuur en kunst en zelfs levensbeschouwing eindigen. Want je ziet dus wel in de literatuur ziet kansen. Jennifer Sambago met Kintu. Alle westerse uitgeverijen zeiden van... Dit verhaal is te complex, te veel moeilijke achternamen. En dus nu is een hele grote succesverhaal. Ik had ook Chimamanda. En dus religie. Ik was laatste in een klooster. En ik kwam erachter, jeetje, wat hebben wij die Afrikaanse broeders nodig? En er is een serieuze crisis op het Europese continent. En ik denk dat we wat energie kunnen gebruiken vanuit het Afrikaanse continent. Dus doe alsjeblieft die grenzen open. Alle doorhoud. Ja, ik zou nog één positieve noot willen toevoegen. Want ik was laatst in Ghana bij een bedrijf dat inderdaad voor de Albert Heijn werkt. Een Ghanese bedrijf. En dat Ghanese bedrijf maakt voorverpakt gesneden fruit. En we liepen daar door een koelcel. En daar lagen de bakjes die je inderdaad bij Albert Heijn in de schappen ziet liggen. En ik vond dat fantastisch. Want dat is uiteindelijk waar we heen moeten. Dat is waarde toevoegen in de keten. Dat zorgt voor banen. En er werkten 300 mensen in dat bedrijf zelf. Maar alles werd er lokaal aangevoerd. En bij elkaar schiep dat werk voor 3000 mensen. Nou, dat is denk ik de toekomst waar we heen moeten. Als we die waarde kunnen toevoegen in Afrika, in Afrikaanse bedrijven, dan gaat het heel erg goed. En tenslotte, wat ik eerder al zei, ik hoop dat iedereen als een Afrika-realist de deur uitgaat. Nou, wat denk ik belangrijk is bij die wens, is dat we met name praten over Afrika. Dat we verhalen vertellen vanuit dat grote continent met zoveel verschillende landen. Daar hebben we vanavond maar weer een begin mee gemaakt. Hopelijk helpt het en praten we verder. Ik wil jullie danken. Peter de Ruiter, Bram Vermeulen, Kiza Magendane en alle doorhoud. Hartelijk dank en aan jullie. En de bar is open, dames en heren.